Beste kijkers, beste luisteraars. Ik ben Christine, nieuw gezicht bij Compleetdenkers en vandaag vereerd Hilde Oudenaar te mogen interviewen. Hilde die sinds kort ook al enkele interviews voor Compleetdenkers verzorgde en vandaag haar stoel ruilt naar deze van Gastspreker. Welkom Hilde. Hilde werd geboren in 1966 en is al 37 jaar actief in de maritieme sector. Ze tracht generalistisch te zijn in onderzoek, maar heeft zich vooral verdiept in het autonomieverhaal en de natural law. Ze heeft haar kennis hierover in een lezing gegoten die te bekijken is op haar website natuurjurist.com. Hilde heeft bewondering voor Mark Passio, David Ayk, Larkin Rose en Mike Adams. Hilde gelooft dat het haar geboorteopdracht is om mensen bewust te maken van hun kracht en dat ze, vooral vanuit haar ervaring met douaneclaims in de maritieme sector, mensen wil bijstaan in hun verweer tegen de overheid en mensen wil aanmoedigen tot onafhankelijkheid en vrijheid tegenover het systeem en zijn marionetten. Het is hoog tijd voor een liefdevolle wereld met slechts enkele regels: niet doden, niet stelen, dwingen of mekaars rust verstoren. Gewoonweg, zorgdragen voor jezelf en voor elkaar. Leven volgens Natural Law. Dag Hilde. Dag Christine. Blij dat jij hier zit. Dat was een mooie, mooie intro. <laughs> ik ben heel blij dat ik jou uh, mag interviewen. En ik ben blij dat ik jouw lezing ooit ook eens mocht volgen. En wat me intrigeert eigenlijk is al te weten wat jou gedreven heeft, wat jouw trigger was om jou in deze materie te verdiepen? Uh, Wel, Christine. Um, ik ben eigenlijk um, van kinds af in de anarchie uh, gedompeld geweest door mijn vader. Die, is, uh -huh. die was eigenlijk uh, tegen het hele establishment. Dus we hebben dat echt met de paplepel ingekregen. Uh, ook gaan betogen tegen de raketten in de jaren uh, 80. Uh, hij voelde zich eigenlijk ook misbruikt om uh, gedurende een carrière toen nog van 35 of 40 jaar alle dagen te moeten gaan werken, weinig vakantie te hebben, uh, veel belastingen betalen. Uh, dus hij voelde zich eigenlijk ook al misbruikt door het systeem. Mm -hmm. Maar toen was dat eigenlijk nog niet zo duidelijk dat dat over de matrix ging. En voor ons, um, compleetinkers, is dat eigenlijk echt duidelijk geworden met de coronacrisis. Mm -hmm. Oké, okay. en bij het woord anarchie anarchist. Ik kan mij voorstellen dat dat een negatieve klank geeft. Kan je ja. er wat meer uitleg over geven? Wat oh, betekent je... dat juist? Dat is een heel goede vraag, omdat veel mensen denken, dus dat wordt eigenlijk, uh, van, de, van de kleuterschool wordt dat uh, beschreven alsof dat, dat chaos veroorzaakt mm -hmm. in een maatschappij. Maar anarchie is, als je dat ontleedt, an archon, dus geen argonten, en dat wil zeggen, geen meesters, geen slaven. Mm -hmm. Dus uh, het is eigenlijk zo dat uh, wij denken een, een overheid nodig te hebben om dus orde te houden in een maatschappij, maar wij zijn eigenlijk vergeten dat wij nog een intuïtie hebben, een moreel kompas, en wij weten heus wanneer dat wij goed voor de mensen zijn of wanneer dat we daar slecht voor zijn. Wij weten dat gewoon, mm -hmm. maar wij zijn eigenlijk verleerd om daar naar te luisteren, omdat wij uh, via de mind control van media, van school in een soort van angstcultuur worden gedreven om aan miljoenen regeltjes te voldoen. Mm -hmm. En daarom zijn wij, vergeten wij ons eigen moreel kompas. Ja, dus. dat is eigenlijk die natural law eigenlijk, waar je het over ja. hebt. Ja. Leven volgens je eigen intuïtie, die ja. dwingen geen uh, mensen kwaad te doen, geen strafbare feiten eigenlijk uh, ja. plegen. Ja, hè? Het. Als we dan het over de natural law uh, hebben, um, waarbij dat we eigenlijk... Um, onze persoon en ons als mens in de maatschappij eigenlijk gedragen binnen die structuur volgens de natural law. Kan je even het verschil uitleggen, wat het is om ons daarin te bevinden als persoon of als mens? Want daar zit ja. eigenlijk wel degelijk een groot verschil in. Zeker hè? en vast. En nu moet ik zeggen, sinds, hè, dat, we zijn dat ondertussen een jaar of twee aan het onderzoeken. En ik betrap mij ook altijd in mijn taalgebruik op, op persoonlijk vlak. En dan denk ik, mm -hmm. hey, uh, ik moet zeggen, ik als vrouw dus we moeten dat zelf wij zitten zodanig ondergedompeld in die taal van die matrix, dus wij zijn geboren als man of als vrouw, als jongen of als meisje, en dus de moment dat wij er wordt een aangifte van levende geboorte gedaan en dan gaat de vader meestal de vader naar het gemeentehuis en dan wordt er een acte van geboorte opgemaakt en daar staat alleen onze voornaam op hè? en dan de naam van de ouders. Maar dan, uh, achter de schermen wordt er een geboortecertificaat opgemaakt en daar wordt ineens onze achternaam op gekleefd. En dan krijgen wij een Rijksregisternummer. En dat is eigenlijk onze persoon die gecreëerd wordt. Mm -hmm. En dan, gedurende het onderwijs en ons uh, latere uh, leven uh, als arbeider of bediende of huisvrouw, wordt ons eigenlijk alleen maar ingeprint dat wij die een burger zijn, die een belastingbetaler. Hè? Dus die een bestuurder, die persoon. En dat, zogezegd, alleen maar kunnen naar buiten treden als wij onze identiteitskaart bij hebben. Ja, onze identiteitskaart, onze persoon, is eigenlijk een voorwerp. Hè? Ja. ja, een voorwerp waarin, waar, waarmee verhandeld kan worden. Ja. We zijn eigenlijk een vernootschap, ja. een corporatie. Zo is dat, hè? Ja. Dus uh, zo moeten we dat zien. En ja. eigenlijk uh, sta jij achter het feit dat we als onze natuurlijke persoon geen wetten, geen regels nodig hebben om eigenlijk in deze maatschappij te gaan ja. staan. En dat eigenlijk die uh, corporaties opgericht zijn door wie? Dat is dan weer aan u om uit te leggen. Ja. Wie zit daar achter? Ja, dus het is eigenlijk uh, zo. Dus wij worden geboren... Um onder de natural law en onder de universal law. Dus de, de, de kosmische wetten. Hè. Dus uh, wij hebben um, onontvreembare uh, rechten gekregen van onze schepper. Hè. En daar kunnen wij eigenlijk, zouden wij eigenlijk hier op aarde alles mee moeten kunnen doen. En hier ook gratis van alles kunnen genieten. Hè. Dus, maar dat wordt eigenlijk voor ons verborgen gehouden. Ja. Hè. We komen er later in, in de, het interview nog op terug. Maar uh, dus het, het probleem is dat wij nu denken... Uh, dat wij alleen maar moeten gaan leven naar de regels die de overheid volgt. En dat zijn er miljoenen. Mm -hmm. En die vallen hier onder het legale. Hè. Ja. Dus um, het, 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 hetgeen dat hier boven de rode lijn staat, hè, dat is eigenlijk al het wettelijke. Dus lawful, al het wettelijke. Hetgeen dat hieronder staat, dat zijn alle regels um, en de MB's en de KB's die de overheid opstelt. Uh, om dus ons eigenlijk als burger in bedwang te houden. En, en, zodanig dat wij slaafs alle regels volgen. Mm -hmm. he, dus, uh, maar wij kunnen, he, de moment dat wij bijvoorbeeld door een politieman worden tegengehouden uh, en die wilt ons beboeten, dan kunnen wij wel het verschil uitleggen he, tussen uh, u bent nu op de legale he, manier wel correct bezig, maar als ik mij uit als uh, man of vrouw, dan valt uw regelgeving niet op mij. Als man of frau. Mm -hmm. Dus daar komt het op neer. Ja. Ja. Je hebt dit schema heb jij ja. gehaald uh, van een persoon die jij ook uh, gevolgd hebt. Um, ja. En dat is David Edelman. Ja. Hè? Dus uh, David Edelman die um, heeft eigenlijk mooi uh, de maatschappij in structuur uh, gebracht. Hè? Ja. Dus wat je juist uh, aanhielde, lawful en legal. Uh, het heeft vooral te maken met maritiem recht, heb ik begrepen. Hè? Ja. Wij moeten ja. ons boven de lijn, uh, eigenlijk, dat is jouw betrachting, of, eh, dat wij ons boven. De lijn zouden uh, begeven als personen in de maatschappij, maar eigenlijk wordt ons de lijn daaronder opgedrongen en dat is eigenlijk ja. volledig gestructureerd volgens het maritieme recht, de ja. uh, sea. Dus daarboven is het the land en hieronder is het the sea. Ja. Kan jij daar nog wat meer uitleg over geven? Ja, dus uh, David Edelman, die zijn site is de um, uh, People's Lawyer. En dat is een jurist en die heeft zich eigenlijk toegelicht op um, het verschil te laten kennen uh, tussen dus het wettelijke en het legale. Hè. Dus om mensen eigenlijk sterker te maken op het moment dat ze eigenlijk worden aangesproken door um, ambtenaren. Of politie of leger. Dus hij zegt bovenaan staat de universal law, dus de universele spirituele wetten en de natural law. Dus die zijn met elkaar verbonden. En natural law, nog eens even zeggen, dat heeft eigenlijk niks met natuur te maken of met Darwin of, of het recht van de sterkste. Dus dat natural is het Egyptische woord voor spiritualiteit of God. Dus dat zijn eigenlijk Gods wetten, de wetten van, de, van, van onze schepper. En um, die zijn eigenlijk, dus je kunt dat eigenlijk omschrijven als, um, dat zijn wetten die gemaakt zijn, um, die, die eigenlijk de gevolgen van ons gedrag bepalen. Hè. Dus vanuit de universal law hebben wij een vrije wil, um, maar die vrije wil, dus alle beslissingen die wij nemen en alle acties die wij ondernemen, die hebben gevolgen. Mm -hmm. En die gevolgen worden aangestuurd door grondbeginselen die vastliggen in de kosmos, in de natural Intrinsiek eigenlijk aanwezig in ja. ons, he. in ja. de mens zelf. In Wij, de mens zelf. Dat is bij ons aanwezig. Het is eigenlijk natuurlijk, natural, ja. dat we ons zo gaan gedragen tegenover elkaar. Ja, dat klopt. He. Er ja. moet eigenlijk niet vastgelegd worden in regels. Die zijn er gewoon. Wij voelen eigenlijk intrinsiek aan wat ja. juist is en wat fout is. Ja, dat dat is daar is ook gaat het eigenlijk ja. over. hè. Ja. Ja. maar je moet u je er ook van bewust zijn. Ja. Hè? Dus wij hebben allemaal dat moreel kompas, maar je, maar je moet uh, eigenlijk leren voelen van binnen wat doet die actie met mij. Hè? Dus het bewustzijn, dat zijn eigenlijk de spirituele wetten en de wetten van het bewustzijn. Hè? Dus wij moeten trachten. Een goede verbinding te hebben tussen onze gedachten, onze gevoelens en onze acties. Als die mooi met elkaar gelijnd uh, zijn, mm -hmm. dan leven wij met een hoog bewustzijn. En dan zijn wij sowieso aan het leven volgens die natural law. Hè. Dus, en dan die, die, de, die, die grondbeginselen. Hè, dus dat wordt eigenlijk heel mooi uitgelegd in ons tweede filmpje. Uh, dus dat is, dat is bijvoorbeeld de uh, law of attraction, het mentalisme, de uh, correspondence, de uh, gender, uh, dus uh, de wetten van oorzaken en gevolg. Uh, en dan nog een, een, een achtste, een heel belangrijke, is ook um, dus to care, the seat of life, the ultimate focus generator. En dat wil zeggen: uh, waar word jij passioneel van? Mm. Hè? Dus dat je dat ook leert onderzoeken, dat je naar je gevoel leert luisteren en dan zeggen. Um, al hetgeen dat er rondom mij gebeurt, wat doet dat eigenlijk mm. met mij? Hè? Dus echt gewoon voelen van binnen van hoe, 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 waar, waar plaats ik dat ergens? Zou en het dan... nu net kunnen, sorry dat ik u onderbreek, zou het nu net kunnen dat juist hè, al die regeltjes, dus de onderkant van de lijn, ons zo uh, gemaakt heeft dat wij, of de bedoeling heeft gehad ook, ja. om net al wat boven de rode lijn bevindt, om ons dat te doen vergeten. Absoluut. Wat ons eigenlijk intrinsiek aangeleerd is, niet in ons bevindt, wordt ons eigenlijk systematisch van onze geboorte afgeleerd ja. door naar school te gaan, door ons in de maatschappij gewoon te begeven, door alle regels die ons opgedwongen worden. Dus niet meer via de natural law, maar dan via de legal. Hè, regels die ja. ons zijn opgedrongen. Hè, want het is heel belangrijk, denk ik, uh, dat het verschil wel duidelijk wordt tussen law en legal. Ja. Lawful en legal. Ja, hè. absoluut. Ja. Ja. En is eigenlijk ook een heel belangrijk aspect, is binnen de natural law ook dat dus dat aspect van goed en kwaad, dat zit vast in de kosmos. Dat zit mm -hmm. ook vast in ons, omdat um, wij dezelfde atomen in ons, uh, in ons lichaam hebben mm -hmm. He, dan de atomen die zich in, in de kosmos bevinden. En dan een heel belangrijk aspect daarvan is dat wij zelf weten wat goed en kwaad is, omdat goed en kwaad, dat is objectief, dat ligt vast in het universum. Mm -hmm. He. en, en vandaar ook al die karmawetten, He? En dat, dus de Mark Bessio, dus dus een van mijn favorieten, die uh, een uh, dus lang, lange podcast heeft gegeven um, over natural law, die spreekt ook over uh, objective morality. He? Dus dat wil zeggen, uh, dus de, 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 de waarheid en het verschil tussen goed en kwaad gedrag zit vast in de kosmos en wij weten dat. He? Dus wij, als wij leven volgens natural law, dan hoeven wij. Die miljoenen regeltjes nee. van de overheid niet, niet te hebben, om mm -hmm. dus vreed, vreedzaam met elkaar te leven. Maar de moment dat er dus um, de overheid, die heeft eigenlijk een, 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 een soort van. Regelgeving, alsof dat die gaat bepalen wat het verschil is tussen goed en kwaad gedrag. Mm. we hebben dat heel goed gezien in de coronacrisis bijvoorbeeld. He, de moment, ik heb het in de lezing ook het voorbeeld gegeven. de het moment dat de overheid dan even slist van uh, kinderen moeten mondkapjes dragen ja. in de lagere school, he, dat heeft bij veel mensen echt iets gebroken. Um, maar dat, he, de, de overheid gaat dat dan opleggen aan de mensen. He, en dan zie je het verschil tussen mensen. Ik begin zonder elkaar te discussiëren. Zo van Ja, maar de overheid die weet dat toch wel het beste. He, en dan, dat is eigenlijk hetgeen dat Mark Passio uitlegt van dat is dus de moral relativism. Mm -hmm. Dus uh, de moraliteit, het verschil tussen goed en kwaad gedrag is relatief de moment dat de overheid dat voor ons gaat bepalen. Ja. Want die kunnen daar dan ook misbruik van gaan maken. En dan krijg je ja, een soort van pure tyrannie hoe, hoe, hoe valt het te verklaren dat we eigenlijk zover zijn afgedreven eigenlijk van dat moreel kompas? Want de voorbeelden die je aanhaalt van het mondmasker, maar er zijn nog zoveel meer absurde voorbeelden ja, te geven absoluut. tijdens de coronacrisis. Ja. Crisis, dat, dat je eigenlijk de vraag kan stellen, hoe ver zijn we eigenlijk zo geraakt dat ja. we daarin... ...mee zijn gegaan of dat er toch zoveel mensen zijn in meegegaan. Hè? Ja. ja. Hè, dat da, da is uh... een heel belangrijke vraag, want dat komt, uh, het verschil ligt hem in het feit van... Uh, ...hoe is uw geloof in de overheid? Ja. Hoe is uw geloof in het beleid van de overheid... ...op het moment dat er een zogezegde pandemie is? Um, een, een heel belangrijk voorbeeld vind ik... Um, Mark Passio, die haalt in een van zijn lezingen aan, uh, dus hij woont in Philadelphia en hij gaat uh, met nog een andere uh, kameraad van hem en hij gaat de straat op en hij vraagt twee vragen lukruik aan uh, mensen in de straat en hij vraagt uh, vinden jullie dat overheid nodig is om orde in de maatschappij te houden 87% van de mensen vond van wel hmm. overheid is absoluut nodig en dan uh, een tweede vraag was uh, vinden, vinden jullie dat er een straf mag zijn of een boete zonder dat uh, zonder dat je iets strafrechtelijk gedaan hebt Mm -hmm. Ja, en 82% van de mensen vond dat dat wel kon. Dus dan zegt hij: The state of the humankind is slavery. Hè? Dus, dus de, de, de status, de mindset van de meeste mensen hier op aarde is gewoon een mindset van slaven, zonder dat ze het zelf weten. Ja. Hè? Dus een heel belangrijk boek: ik haal het in het uh, uh, tweede filmpje van de lezing ook aan. Is um, de, Het meest gevaarlijke bijgeloof van Larkin Rose. Mm -hmm. Die staat op onze website, kunt die ook gratis downloaden. Mm. Um, en daar legt hij haar fijn uit hoe dat, dat eigenlijk komt. Dat veel mensen de overheid zien als God de vader. Ja. En dan zag je in, zoals je vraagt, in de coronacrisis bijvoorbeeld een 40% die de regels blindelings volgt. Een 40% die daar eigenlijk niet bij stilstaat en die bezig is mee gaan werken en de kinderen moeten naar school en ik moet nog boodschappen gaan doen. En dan heb je een 20% die zeggen van ja, maar dat dat klopt hier niet. We zijn elkaar ontschouwd maar we zijn onszelf aan Ja. Zie je? En dat is eigenlijk het hele verschil. Dat is beangstigend eigenlijk, gewoon een uh, kleine percentage van personen dat er eigenlijk niet in, in meegegaan is. Absoluut. Hey, om dan eigenlijk terug naar ons soeverein verhaal te gaan, um, um, zou het kunnen ook dat het, uh, dat het te maken heeft met mensen die uh, willen heel graag geloven in... Iets in iemand. Hè. Ja. We hebben een, een geloof nodig om hier op aarde door deze wereld door te geraken. En we hebben dus graag iemand naar wiens voorbeeld. we Leven. Zeker. Hè? zeker. Dus, uh, dus ook, uh, dan zitten we eigenlijk, denk ik, een beetje op de richting van de geboorte trust en het Vaticaan en de kerk, waar dat we eigenlijk heel graag in willen geloven en waar we eigenlijk niet van weten voor wie dat die staan. eigenlijk. Ja, hè? Ja, ja. Ik zou misschien graag eventjes, want daar heb jij ook uh, jouw mening over, ja. om even daar terug uh, op te pikken met het autonomieverhaal en de soevereiniteit. Ja, ja. Vroeger was dat natuurlijk met de Inquisitie, dan moesten we constant onze zonden oplichten natuurlijk. En wilden wij, werden wij echt dan zien als een schuldenaar? Hè. Mm -hmm. en, dan, en dan met die aflaten en zo. Afijn, dat was dus een, een systeem van uitbuiting. Hè. Nu is dat iets meer verscholen. Hè. Mensen zullen zeggen: ja, maar wij hebben toch wel vrijheid. Hè. Dus maar um, in uh, het zevende filmpje, denk ik, um, uh, wo, allee, dan, dan leg ik ook eigenlijk uit um, hoe dat in feite het, via het Vaticaan en Babylon, hoe dat wij eigenlijk in slavernij uh, zijn gezet en nog steeds zitten, hoewel dat het meer verscholen is. Hè. Um, en dan hoe dat de centrale banken en het Vaticaan eigenlijk uh, helemaal van boven in de top van de, de piramide zitten, mm -hmm. en die ons eigenlijk via dat fi financieel systeem hè, en de politics of obedience ieder luistert naar zijn eigen chef, tot beneden dat zij dus eigenlijk zeven miljard mensen uh, in bedwang kunnen houden. Mm -hmm. hè. Dus, um, en dan is na, de, natuurlijk het systeem van de trust. Uh, ja. Dat is nou niet zo heel belangrijk om uit te leggen hoe dat, dat in elkaar zit, maar uh, er, er is dus, wij krijgen van, van God hè, uh, krijgen wij dominion. En dominion wil zeggen dat wij recht hebben op een stukje van de aarde en op de, de energie en de mineralen: hè, het goud, zilver. Uh, daar hebben, wij hebben als, als levend geboren een stukje uh, recht op een stukje van al die energieën en recht op een stukje aarde. Hè? Maar wij moeten gewoon voor alles betalen, voor alles. Wij zijn de enige wezens hier op aarde die voor alles moeten betalen. Dus dan voel je ergens van, klopt er iets klopt iets niet. Nee. Ja. Maar veel mensen die worden in een soort van mind control gehouden, enfin, wij allemaal, maar wij proberen dat te doorzien. Hè? Uh, door uh, ja, brood in spelen door de media door de school uh, worden wij eigenlijk afgehouden van het feit dat wij uh, recht hebben op een stukje van de aarde en dat het helemaal niet normaal is dat wij voor alles moeten betalen. Ja, dus ja. dat is. Dat is eigenlijk de visie van uh, Romney Stewart, hè, die ja. je ook uh, gevolgd hebt. Hè. Ja. Uh, die eigenlijk hè, dus ook meer, uh, zijn visie is meer gericht eigenlijk op de Bijbel. Hè. Die, ja. die eerste, uh, meneer Edelman, die was meer structureel uh, de maatschappij, um, uh, legal lawful. En dan uh, de visie van Romney Stewart, die is eigenlijk meer op die Bijbel gericht, eh, ja. eigenlijk op je geboortetrust. Ja. Je geboortetrust dacht ik, zoals uh, ik van u uh, in uw lezing uh, geleerd heb. Heb, is dat je eigenlijk, als je uh, geboren wordt, eigenlijk uh, je ouders je gaan aangeven uh, aan um, de burgerlijke stand, waarbij je eigenlijk een, een, een identiteitskaart, een nummer krijgt. En dan, dan wordt je eigenlijk jouw trust, dat stukje dat je juist hebt gezegd, je hebt recht op, ja. op, 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 op een stukje land, je hebt recht op een, om, een eigenlijk jouw geboorterecht, recht om ja. hier te zijn, dat eigenlijk staat tegenover een som geld, hè? Ja. En die som geldt, hoe zit dat dan met het Vaticaan? Um... Ja. Dus er wordt eigenlijk uh, een stukje, dus blijkbaar het, het, het gewicht in goud van, van het kindje wordt opzij gezet. Hè? Omdat wij dus die dominion hebben en het Vaticaan weet dat ook. Maar dan wordt er dus, op uh, het moment dat er achter de schermen, dus je hebt de eerste akte van geboorte, hè, daar, daar krijgt de vader of degene die dan het kind komt aangeven, die krijgt daar dan een exemplaar van. Hè. En daar tekent de gemeenteambtenaar voor trustee. Dus die gaat eigenlijk um, uw stukje uh, dominion, uw, uw rechtstukken aarde, gaat die eigenlijk al tekenen voor ik zal dat voor u wel beheren, hè, voor het kind dan. En dan wordt er een geboortecertificaat op, opgemaakt en dan wordt daar een som Geld aan verbonden. Dus het IMF geeft aan de centrale banken um, een som geld en ik denk dat dat uh, per man of vrouw uh, ongeveer een 800.000 euro of een miljoen dollar is. Ja, en dat ja. zijn eigenlijk alle Um, creatieve ideeën, alle belastingen die jij gedurende heel je leven gaat betalen. Dan wordt dat dus eigenlijk vastgezet, en daarna kunnen privé -ouders, ouders daarop intekenen. en die kunnen daarmee beginnen verhandelen. Dus er wordt eigenlijk uh, een enorme som geld gecreëerd gedurende heel ons leven. Dat, dat loopt in de tientallen miljoenen. En die pot wordt eigenlijk de 62 kv trust genoemd. Hij die leeft. Hè? Dus ja. ze maken van ons een corporatie, een dode entiteit, maar ze weten hoe genoeg. Dat daarachter een levende man of vrouw zit, die eigenlijk werkt en opbrengt. En dus dat er enorm veel taksen um, naar, naar boven gaan. Hè. Ja. Dus, uh, en daar zit ook uh, het Vaticaan in het IMF en de centrale banken. en de, de Bank of International Settlements in Zwitserland. Dus die beheren al die sommen geld. Ja. En dan heb je dus zogezegd die drie partijen. Hè. Dus je hebt dan uh, ons als beneficiary, dus wij als uh, levend geborenen. Hè. En dan de... Beneficiary, dat is eigenlijk uh, zij die ervan moeten profiteren ja, uiteindelijk. eigenlijk de he, begunstigde. De begunstigde. En dat zijn wij als levend geboren. Ja. He, en dan heb je dus uh, bovenaan de trust die... Dus degene die he, de banken of de overheid die dan onze trust gaat be ga beheren. beheren. En dan heb je dan nog wij als persoon. En wij zijn dan de schuldenaar. Dus wij moeten heel ons leven voor alles betalen... En wij weten eigenlijk niets van die som geld en die trust die opzij gezet wordt. Dus wat is de bedoeling van die overheid? Die probeert dat weg te moffelen. En die probeert eigenlijk. Um maar twee partijen over te houden en dat is de trustie, dus de overheid probeert constant geld uit onze pot te krijgen mm -hmm. en dat is bijvoorbeeld, het moment uh, er wordt gezegd, ik, ik heb dat niet op papier kunnen vinden, maar uh, in veel podcasts wordt dat gezegd, dat er dus uit uw zesde WKV-trust uh, iedere keer geld wordt genomen, de moment dat jij bijvoorbeeld iets moet trekken van invaliditeit of van stempelgeld of bijvoorbeeld uh, dat er kinderen bij de ouders worden weggenomen en in een pleeggezin gezet, of dat er uh, mensen gevangen worden genomen, dan wordt daar iedere keer een om geld uit je sister trust genomen. Hè. Mm -hmm. En in Amerika is het zelfs zo dat mensen hebben geprobeerd uh, om via een formulier, um, 1099 of zoiets, om bijvoorbeeld een auto te gaan kopen en dan te zeggen van, haal het maar uit mijn trust. Ik ja. weet niet hoe dat dat in elkaar zit, maar hebt mensen die dat zodanig goed uitzoeken dat ze dus bepaalde kosten kunnen laten betalen vanuit hun trust. Mm -hmm. dus, uh... Ik ga even recapituleren, eigenlijk, om het een beetje duidelijk te maken. Als je uh, geboren wordt, eigenlijk sta je borg, ben je als burger borg voor eigenlijk de schulden die de staat ja. eigenlijk uh, hebben tegenover eigenlijk zij die aan de top staan, hè? zij die eigenlijk de wereld regeren. Ja, hè? De centrale bank. De centrale bank. Hè? Ja, klopt. Dat is het eigenlijk. Hè? Van daar het woordje burger, borg, borg staan voor. Dus uw ja. geboortentrust is eigenlijk uw borg om hier te mogen zijn op aarde, ja. om mee te kunnen draaien hier in het systeem. Eigenlijk, ja. Ja. Hè? dat is op hoe gezien. Dat is eigenlijk dat is, ja. een, een beetje. Uh, en op die manier uh, worden wij eigenlijk uh, door al die regelgevingen, uh, ja. eigenlijk op allerlei mogelijke manieren, slaan ze eigenlijk geld uit onze. Uh, ja. Zakken, om het zo te zeggen. Ja, Wat ja. we ook verdienen. We gaan er zo weinig mogelijk voor onszelf aan overhouden. Ja. Eigenlijk is het de bedoeling om als burger zoveel mogelijk geld op te brengen. Voor, ja, voor de top. Voor die die top. het eigenlijk op. Ja, dat eigenlijk is ook zo. Is, is en daarmee zo. Is, het zo. Is, het zo. is het zo belangrijk uh, dat mensen zich bewust worden van het feit. Je bent niet alleen die persoon, of die een bestuurder, of die een belastingbetaler. Want dat is dus bewust gedaan. Hè. Die houden die geven ons alleen maar titels, in de rechtbank ook hè. de getuigen. He, dus de, 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 de beklaagde... Wij moeten eigenlijk zeggen... Nee, ik vrouw die getuigd. He. We moeten altijd zeggen vanuit de natural law... Ik ben een man en ik ben een vrouw. He. En niet al die titels die de wetgever aan ons uh, gegeven, gegeven heeft. Ja, dat? dat is een hele moeilijke. He. Dat, is eigenlijk, ja. dat, dat verdient misschien nog een klein beetje verduidelijking. Ja. Uh, hoe dat wij ons dan uh, als mens... Als wij autonoom auto, soeverein willen zijn... Ja. Hoe dat wij ons eigenlijk moeten gedragen dan in deze wereld, die dan toch geregeerd wordt. Uh, under Admiral, of hoe zeg je dat, Zeericht. Ja. Uh, recht. Ja. Hè? Ja. Um, om, om ons hier dan toch uh, redelijk vrij hè, te kunnen uh, bewegen. Hè? Ja. Omdat je spreekt over, we moeten ons uh, overal identificeren als mens of als. Ik, vrouw of als ik, man ja. uh, en niet al die andere titels aangaan overal. Hè? Ja, ja. Want daardoor uh, onderwerpen we ons telkens aan ja. het systeem. Ja. Hè? En het is dus niet zo dat je, op het moment dat je zegt van. nu ga ik. we zijn van nature allemaal al soeverein, natuurlijk. maar op het moment dat je dat dan gaat uiten. dat je echt aan de overheid gaat laten weten van. Ik weet dat er een verschil is tussen uh, mij als vrouw en mijn persoon, als hmm. burger. Hè? Als belastingbetaler bijvoorbeeld. Ik weet dat er een verschil is. En dan kan je eigenlijk aan de overheid laten weten: vanaf nu ga ik beslissen wat er met mijn persoon gebeurt. Dus het is niet zo dat jij dan ineens zegt: van ik moet mijn identiteitskaart kapot knippen en ik heb met de overheid niks meer te maken, wat natuurlijk redelijk moeilijk is. Nee, je behoudt je persoon om in contract te treden met de overheid. Omdat mm. de overheid is dus eigenlijk ook een corporatie. Dat wordt uitgelegd in ons derde filmpje over de geschiedenis. Dus de overheid is een corporatie. En die kan alleen maar met ons in contract treden als persoon. Mm. Die kan geen contract aangaan met een man of vrouw. Dat gaat niet. En daarom moeten wij ons, ons identiteitskaart behouden. Daarom is het ook zo, Dus um, voor mensen die bijvoorbeeld um, een boodlingsknie hebben gaat dat kind aangeven, want dat heeft, dat, dat heeft recht op een persoon. Hè. Dus volgens artikel 6 van de uh, universele verklaring van de mens uh, is dat ook zo dat uh, wij hebben recht op een persoon. Het is geen plicht, maar we hebben er recht op. En daarom gunt uw kind ook een rijksregisternummer. Dus je moet dat niet alleen negatief bekijken. Ja, ja. Het enige verschil is dat wij dan aan de overheid moeten laten weten dat wij als mens, wij gaan voortaan... Uh, beslissen wat dat er met onze persoon gebeurt. Mm -hmm. hey, daar kunnen we misschien later nog op terugkomen, ja. om onze bezittingen veilig te stellen. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus uh, ja. ja, dat is dan wel. Inderdaad, belangrijk. want ik, hey, als, we, als we er zo over bezig zijn, dan denk ik, waarom zou je eigenlijk nog. Je kind gaan aangeven dan. Ja. Hè? Ja. Maar het is eigenlijk wel zo dat je nu eenmaal in dit systeem zit ja. en dat je hier ook moet kunnen func functioneren. Hè? Het is niet van de ene op de andere dag dat we drastisch kunnen zeggen: van we doen nee. er niet meer aan mee. We gaan op ons eigen eilandje zitten. Nee. We kweken onze eigen groentjes. We moeten van niemand nog uh, iets. We moeten, we moeten geen zaken meer doen met niemand anders. Of nee. alles gaat ineens uh, volgens natural law. Dat is een utopie om dit van de ene op de andere dag uh, te verkrijgen, denk ik dan. Ja, dus sorry. inderdaad. Is het maar al al, al, al te, te, een te grote recht, ook dat je, dat je ook uh, kan bewegen binnen deze Matrix ja. maatschappij. Ja. En daarvoor hebben we nu eenmaal een rijksregisternummer nodig. Hè? Ja. En, en ook bijvoorbeeld om um, aankopen te doen hè, via ja. de notaris. Hè, ook om te ja. kunnen erven, ja. hè, om, om allerlei contracten met de overheid af te sluiten. Dus daarom heb je echt nog wel je identiteitskaart en je rijksregister nodig. Mm. Dus daarom is het toch wel goed. Alleen natuurlijk. Um, alle ouders en jonge ouders moeten dat natuurlijk zelf bepalen. Maar allez, uh, ik denk dat het toch wel belangrijk is om je kind nog of iets of wat te kunnen uh, laten meedraaien in deze matrix. Dan. dan is het toch wel belangrijk dat klopt. Ja. ja. ja maar het is echt wel belangrijk te weten wanneer je eigenlijk jezelf gedraagt als mens en wanneer, ja. je uh, wanneer het best is wanneer je dat, dat je die nummer uh, gebruikt hè. dat is eigenlijk ja. een, echt, een, een moeilijke oefening om te maken zeker uh, met al die nieuwe kennis die we nu tot ja, ons ja, krijgen absoluut. is het uh, niet zo evident nee, nee. om uh, om daarin dus te de... de bedoeling dat uh... Uh, mensen, allez, het is eigenlijk een, een, een simpel onderwerp, maar om de juiste woorden te gaan leren gebruiken, ja. hè? dus als je zowel als man of vrouw wilt gaan uh, opereren uh, en als persoon, dan moet je wel echt op je taalgebruik gaan letten. Ja. En dat kun je alleen maar leren de moment dat je er. Uh, weken of maanden, of zelfs jaren mee bezig zijn. Hè? Peter Verreke en Luca van Dienteren, die zijn er al meer dan tien mm -hmm. jaar mee bezig. Mm -hmm. En, en die, die komen dikwijls nog tot andere inzichten. Hè? Mm -hmm. Omdat natuurlijk alles evolueert zeer snel nu. En dan, uh, hey, want bijvoorbeeld, we zijn er uh, twee jaar geleden mee begonnen. En nu um, ben ik eigenlijk wel. Allee, om echt zo die Live-Life-claim te gaan doen, om de overheid te laten weten van ik leef nog. Daar kunnen we misschien dat straks een keer verder op ingaan. Ja, dat is ja. misschien uh, een beetje te voorbarig, want, want je kunt dan wel zeggen, ook, ik wil de overheid per se laten weten dat ik het verschil ken tussen um, ik als levende vrouw en als persoon. He? Dat je dat eigenlijk laat weten. Maar die soevereiniteit, wij moeten die niet vragen. Wij, hebben die wij van zijn natuur. dat. He. Voilà. Ja. Ja. ja, misschien kunnen we daar wel eens een voorbeeldje voor zoeken, um, hoe dat we moeten reageren in het dagelijkse leven. Als we nu bijvoorbeeld uh, op straat zouden tegengehouden worden, we hebben niks misdaan, maar stel, ja. uh, er komt een politie uh, naar u, of gezeid misschien, door het rood gestapt. Ja. Iemand heeft dat gezien en ze komen, nu, uh, ja. ze komen naar u en ze zeggen, ja. uh, dit mag niet, uh, je wordt beboet. Ja. Hoe reageer je als een soeverein persoon? Um, je hebt verschillende keuzes hè. dus de moment dat je zegt van oh, mijn energieniveau is zeer laag, ik heb een rotta gehad hmm. dan moet het niet in discussie gaan hè. dus uh, je moet dat zelf een beetje aanvoelen maar dan kun je goed zeggen gewoon deftig alle vragen beantwoorden en als ze hem je identiteitskaart vraagt oké, okay, geef dan gewoon hè. dus alles hangt ervan af of je op die moment genoeg energie hebt om daar in te gaan hmm. hetgeen dat je eventueel ook kunt doen dat is gewoon niet zeggen hè. dus gewoon geen vragen beantwoorden Oftewel, niet zeggen, eventueel uw rug, um, uw rug draaien en doorlopen. We mm -hmm. moet wel durven. Hè? Mm -hmm. Maar je kunt evengoed niks zeggen. Hè? Dus in de, op de politie-series, you have the right to remain silent. Hè? Ja. Maar je kunt bijvoorbeeld ook um, één, twee of drie vragen stellen. En je kunt die altijd ook herhalen. Bijvoorbeeld, um, zit u een, een misdaad aan het onderzoeken? Is hier een slachtoffer? Huh? Um, val ik het nu onder strafrecht? Bijvoorbeeld, hè? En altijd dezelfde vragen herhalen. Of je kunt bijvoorbeeld direct je camera opzetten. Hè? Dan weten ze al van, oei, ik moet hier niet mijn boekje te buiten gaan. Hè? En dan zeggen, mag ik uw naam? Mag ik uw badge? Hm? En, want dan is het zo dat achteraf, als ze bijvoorbeeld u uh, op de grond gooien en, en in de boeien slagen, dan, uh, dan heb je dat op papier en dan kun je als man of vrouw kun je een kennisgeving sturen. Tot die politieagent, maar niet in zijn functie, maar als man of vrouw. Mm -hmm. En dan zeg je: jij hebt mij he, zie je? Dat? Kun je dat even uitleggen, omdat dat, dat je die niet mag. Um, dat je die als man of vrouw moet benaderen en waarom niet als politieagent in functie. Ja. Want ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat is he? heel belangrijk. ja. Sinds 2012 is het zo dat de immuniteit eigenlijk van veel um, van de meeste ambtenaren is weggenomen. Uh, dat wordt in de filmpje ook uh, heel duidelijk uitgelegd. Um, en dat is eigenlijk het opheffen van de Romanus Pontifex van het Romeins recht en de motu proprio van de, van de paus van 2013. Dus iedere ambtenaar die uh, een, een do-no-harm-principe als mens niet respecteert ten opzichte van, ook al is dat dan de burger in zijn ogen, die kun je dan allen tijden via de natural law aanklagen. Hè? Dus het is niet zo van, oh, ja maar nee, uh, dat valt hier onder handelsrecht en daar hebben die immuniteit, nee nee. Je zet altijd, als er een politieagent naar u afkomt, moet je afkomt, moeten die je altijd uh, zien als mens, als man of als vrouw. Jij mm -hmm. bent een man of een vrouw, politieagent ook. En op het moment dat die je ziet te dwingen en te belagen, dan kun je eventueel ook zeggen: zeg, je uh, hebt toch een eed aan de voilà. grondwet? Ja. Eh? En als je dan uh, een, een artikel van buiten kunt leren, zeggen, artikel 243 van het strafrechtboek zegt. U mag niet dwingen, dat is knevelarij. Mm -hmm. U bent mij nu ontwingen om mijn paspoort te geven. Hè? Dus u bent nu zelf een strafrechtelijk feit aan, aan het plegen. Het is eigenlijk omdat de grondwet eigenlijk boven alles staat. Ja. Hè? Ja. De grondwet en natural law, die staan eigenlijk boven alles. Boven alles hè? Ja. En uh, de, de, de politie handelt eigenlijk in opdracht van een firma ja dat klopt hè? want dat is misschien eigenlijk ook interessant om een keer te bekijken wie, uh, met wie we eigenlijk te maken hebben hè? Ja. dat we eigenlijk te maken hebben in de maatschappij met allemaal firma's hè? ja dat klopt ja. En, en dat we daar eigenlijk uh, onze identiteitskaart voor kunnen gebruiken ten goede ja. maar dat we ons daar ook heel bewust van moeten zijn en dat we ons daar ook heel erg kunnen verdedigen Moest het zijn dat, we ja. dat, dat daar misbruik van gemaakt wordt. Hè? Absoluut. Dus de, de, de constitutional law hier, dat is de grondwet. Hè? En alle overheidsambtenaren die hebben daar een eet op gezworen. Dat die dus ons moeten in hun recht laten. Hè? Dat die ons niet, geen schade mogen toebrengen. Mm -hmm. Maar die hebben dus, de politie is dus een bedrijf geworden ook. Dat moet opbrengen. Die moeten proberen zoveel mogelijk boetes uit te schrijven. En er zijn miljoenen regeltjes die wij kunnen overtreden, dus ze zullen altijd wel iets vinden. En dan komt het erop aan, op moment dat die u aan het dwingen zijn, dan kun je hem wel eens vragen van, zit u nu onder u de eet van de grondwet aan het werken? Mm -hmm. En dat is zeer lastig. Dan zullen ze ongemakkelijk zien worden, omdat ze gewoon weten, op moment dat je dat vraagt, dan weten ze eigenlijk wel dat ze alleen maar bevoegd zijn in strafrecht. Um, en dat valt onder de grondwet. Mm. Hè? Dus, maar ze zijn eigenlijk een corporatie die dan geld in laatste moet brengen. Eigenlijk, politie is daar door de mens in het leven geroepen... Ja. om eigenlijk orde te schapen in de maatschappij. Ja. Is dan eigenlijk zijn boekje te buiten gegaan, is eigenlijk een, een firma geworden die moet opbrengen. Dus ja. daar zit eigenlijk met een tegenstrijdigheid. Hè? Ze moeten eigenlijk opbrengen, dus ja, zoveel mogelijk boetes uitschrijven, als ja. de mens die eigenlijk van zichzelf goed geaard is en eigenlijk niet zoveel regelgeving nodig heeft. Wij weten wat goed is en we weten wat slecht is. Ja. Hè? Als dat niet pakt, dat spelletje, als dat niet genoeg opbrengt, ja, ja dan... Is die daar niet meer voor ons, maar is die eigenlijk tegen ons? Hè? Dat is een nee, dat firma is wel... geworden die, is, die moet opbrengen. Dat hè? is ook zo. Hoe tegenstrijdig. Hè? Ja, en, dat en dat is, is dan eigenlijk, hè, kan je misschien verder uitleggen, ook niet alleen bij de politie zo, maar dat is ook de, de politiek, de politieke partijen en zelfs onze Belgische staat. Hè? Ja, dat zijn allemaal bedrijven geworden. Uh, bijvoorbeeld de coronamaatregelen, hè, die vallen onder de statutory legislation. Dus de KB's, de MB's, uh, alle statuten, alle verordeningen van de EU. Dat valt allemaal onder het legale. Hè, en dat is grotendeels niet getoetst aan de grondwet. Nee, hè. want dat is regelgeving. En wetgeving. Wetgeving. Ja. Dat zijn eigenlijk geen wetten waar dat wij ons moeten aan houden. Ja. Dat is eigenlijk regelgeving uitgaande van die firma's. Ja, dat klopt. En dat geldt dan eigenlijk alleen, als ik het zo goed begrijp. Als wij daar in contract mee zijn gegaan. Ja. En anders zijn die voor ons niet van toepassing. Nee, want dat, dat valt... Hè, dus al hetgeen onder de rode lijn, het staat er van boven, dus de commerciële, het handelsrecht, alles wat het legale is, valt eigenlijk onder contractrecht. Dus de overheid en alle uh, overheidsambtenaren, die proberen constant met ons in contract te gaan, zonder ja. dat ze het eigenlijk zelf weten. Mm -hmm. hè. Dus het moment dat die ons bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, een rekening van de grondlasten sturen dan moet je dat eigenlijk zien als een handelsvoorstel. Mm -hmm. hè? En op het moment dat je netjes je rekening betaalt, sluit je dat contract af. Ja. Dus je hebt eigenlijk een stilzwijgend akkoord gegeven, hè? Uh, maar je sluit dan op die moment dat contract af. Eh, ook bijvoorbeeld de rijbewijzen of de vergunningen om juist te verbouwen en zo... ...dat zijn eigenlijk allemaal soort van contracten die jij met de overheid gaat aangaan. Mm -hmm. Dus uh, zonder dat we het zelf weten, zitten wij constant in handelsrecht. Ja. He? En, en dan moet je dan nog goed voor betalen ook. Ja. Dus mensen die denken van, ik ben hier de burger, maar ik krijg ook veel van de overheid terug. He? Dus wij krijgen en uh, uh, enkele privileges. Mm -hmm. Maar daardoor denken mensen dat ze hun onontvreembare rechten die ze van de schepper gekregen hebben... Uh, dat is dat heel goed uitgeschreven in de mensenrechten. Denken ze dat ze die in feite uh, maar even moeten wegstoppen. Want ik wil geen last met de overheid. Eigenlijk houden ze ons eigenlijk altijd een blad voor ogen. Ja. Want eigenlijk gaan ze constant met ons in contract. Ja. Eigenlijk moeten, moeten wij eigenlijk constant opbrengen voor hen. Wij denken dat we dingen krijgen van de staat. En dat we betalen voor wegen. Hm. En dat we betalen... Uh, voor uh, alles, uh, structuren die, ja. die, 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 die daar zijn voor ons om te gebruiken. Ja. Maar eigenlijk um, zouden wij daar zelfs meer in te zeggen mogen hebben en mogen wij eigenlijk onderhandelen over die contracten en eigenlijk zelf bepalen hoeveel we ervoor betalen. Hè? En niet dat er nee, dat zomaar ook... een som wordt opgelegd aan ons om te betalen. Die belastingen zijn berekend. Heb ik daar inspraak in gehad? Nee. Hoeveel ik eigenlijk ja. wil betalen? Hm. Als ik vind dat die put in de grond, daar al een half jaar ligt... en ik heb dat al een paar keer gevraagd... en die wordt niet gemaakt, ja. dan ben ik niet geneigd... om daar belastingen voor te betalen. Ja. Nee, nee, dat dus is ook. eigenlijk zouden we dat moeten, meer moeten kunnen aanvechten. Eigenlijk kunnen we het aanvechten, we weten het alleen niet. Nee, dat is ook zo. En daarom bestond er zoiets als opzegging, machtiging, bestuur. Dus de overheid die organiseert ons het krijgen van onze consent... Met verkiezingen. Hè. Mm -hmm. dus, en dan, dat is, dus oftewel gaat je stemmen, hè. oftewel geef je een stilzwijgend akkoord, door netjes je rekeningen te betalen. Mm -hmm. En dan kun je zeggen van, oh ja, maar als dat zo zit, dan had ik mijn volmacht om uh, te beslissen wat er met mij gebeurt, dan ga ik dat niet meer geven, hè. dan ga ik niet meer stemmen. Mm -hmm. Dat is een keuze. Hè. Dus nu moeten we uh, bepaalde, voor bepaalde verkiezingen, het is niet meer verplicht om te gaan stemmen. Dan moet u je, je stembiljet bijhouden, Zodanig dat dan ook blanco is. Mm -hmm. uh, nu hebben we dan een, sinds kort, we hebben dan nog maar een jaar of twee jaar, dat we ons daar echt van bewust zijn hoeveel we eigenlijk uit de handen geven. En dan komt het er eigenlijk op neer, uh, de moment dat jij zegt van ik wil bijvoorbeeld die coronamaatregelen, ik, ik vind dat een zootje. Uh, en dan kunnen we dat laten weten met een opzegging bestuur. En dan krijgen we van die uh, brieven soms terug van je kunt u daar helemaal niet opzeggen, maar dat is ook wel. Want artikel 20 van de UVRM, hè, dus de, de Mensenrechten, zegt um, dat je ten allen tijden een zelfbeschikkingsrecht moet houden? Ja. Hè? Mm -hmm. Dus vermits dat veel overheidsinstanties corporaties zijn ge geworden, kunnen ze u toch niet verplichten van, van die corporatie voor daar constant in contract mee te komen? Dat lukt dus niet. Je gaat dat van een tennisclip toch ook niet aanvaarden? Ah nee. En daarboven is het een regelgeving. Ja. Het is zelfs geen wet. Nee. En dus wat moet ik mij houden aan regels waarvan ik denk van... Voor mij, ik vind niet dat, 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 dat ik daar moet aan voldoen. Dat, 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 dat spoort niet met mij. Ik heb daar geen gevoel mee. Ja. Ik, ik, ik los het wel op een andere manier op. Absoluut. Hè? Dus kunnen ze dat al niet opleggen? Nee. Ook niet, hè? Nee. hè? Nee, nee, dat is ook... Dus ze, eigenlijk, uh, ze zijn eigenlijk tijdens de corona, als we dat dan als voorbeeld mogen nemen... Constant buiten hun boekje gegaan. Absoluut. Hè? En dan komt het erop aan, hè? dus wij bengelen hier onderaan als persoon. En de meeste mensen die hebben zich alleen maar geuit als brave burger en persoon. Mm -hmm. En die denken dat ze niet anders zijn. Mm -hmm. hè? En daarom is het zo belangrijk: die bewustwording van wij moeten veel meer gaan leven volgens. Ons eigen geweten en volgens de natural law. Dat is zo belangrijk dat mm -hmm. mensen dat verschil leren kennen tussen hun mens zijn en hun persoon. Mm -hmm. En je kunt dan de beide perfect naast elkaar gebruiken, alsof je twee nationaliteiten hebt. Hè? Mm -hmm. ja. Dus maar op dat gebied, dat is gewoon, we kunnen niet alles in deze podcast uitleggen. Maar uh, als je de, de, de filmpjes bekijkt op onze site, hè, dan zul je wel verschillende uh, uh, websites zien waar je heel veel informatie kunt uithalen. Mm -hmm. en, en eens dat, dat getriggerd wordt, hè, dan blijft u erin verdiepen en dan, dan begin je echt te, te beseffen uh, hoe, dat wij, hoe dat ze van ons eigenlijk allemaal een soort van uh, statisten gemaakt hebben. En statisten, ik kan dat even voorlezen in het Engels. Ik zal het direct vertalen. Dus dat iets, uh, dat komt van de site van. Um Mark Pesio, Dus statism, en dat is het tegenovergestelde van ons soevereine en, en dus die, de anarchie. Hè, dus statisme, de, dan kan ik daar even. Statisme. Uh, statisme is eigenlijk onderworpen aan de staat? Is dat zoiets? Ja. Dus degene die ja. in de staat geloven, ja. in de overheid geloven. Ja. Hè. Dus uh, ik zal het direct vertalen. Hè. Ja. The brilliant idea that we give a small group of people the right to kidnap, imprison, harass. Steal from and kill people, so that we can be protected from people who kidnap, imprison, harass, steal from and kill. Eh? Dus de politie en, het, en de overheid en, en het leger heeft het monopolie op geweld. Hm? En die kunnen ons in de boeien slagen of die kunnen ons in een kooi gaan stoppen. Mm -hmm. eh? En Wij hebben die dan gekozen om ons te beschermen tegen mensen die ons aanvallen en die ons bestelen. He? Wie bepaalt er dan nog, wie dat ons aanvalt en wie ons bestelt ja. he? als het gaat over zakelijke dingen of, 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 of uh, persoonlijk uh, geweld? Uh, wat is, dat kan fysiek zijn, maar ik kan mij ook aangevallen voelen als persoon. Ja. Uh, eh, bedoel, en wie, wie bepaalt dat dan? Dat zijn dan weer al de mensen uh, ja. die boven ons staan, die dan, ja. waar dat wij ons weer al onze persoon aan hebben onderworpen. He? Ja, ja, dat is ook. Maar nu, nu moet ik zeggen, je voelt dat eigenlijk ook wel, hè, want ik werk dus al heel lang met douane, eh, dat sommigen ook wel aanvoelen van, verdorie, wij zijn hier dat ondernemingschap aan het vernuiken. Dus wij hebben met boetes te maken van 7500 mm. euro dikwijls meer. En dikwijls worden wij, hè, als douaneagent, wij worden eigenlijk, eh, dus douanewetgeving, dus dat onder het legale valt, dat valt onder strafrecht. Maar... De, ik, ik heb tot nu toe eigenlijk nog niemand gevonden die dat kan verklaren. He, dus op het moment dat wij een boete niet betalen, kan onze bestuurder voor de correctionele rechtbank gedaagd worden. Maar in Nederland is dat bijvoorbeeld niet. Want ik heb die vraag eens ook gesteld aan Jeroen Sloenrecht van Burgerfront. Mm -hmm. En die zegt natuurlijk, ja, ik, ik ken niks van de douanewetgeving in, in, in België. Ik, ik weet daar eigenlijk niks van. Dus gevoelt eigenlijk aan sommige ambtenaren wel. Op het moment dat wij bijvoorbeeld uh, een, 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 een klant hebben aangetrokken en... en en die gaat ineens een boekskut te buiten of, of die zuivert ons document niet aan, dan moeten wij daar de invoerrechten in de BTW voor betalen. En dat loopt dan dikwijls in de tienduizenden euro's. Mm -hmm. En dan krijg je soms inspecteurs over de vloer en dan stel ik ieder gewoon de vraag. Ik zeg, meneer, is dat nu, vindt u dat nu normaal dat wij daarvoor moeten opdraaien voor iemand die malafide is? Mm -hmm. En dan zegt hij gewoon van: Ja, maar dat zijn nu ene keer de regels. Zie mm -hmm. dat? dat zijn die order followers. En dan voelde eigenlijk wel dat die mensen. Instinctief daar wel niet goed van zijn. Mm -hmm. en dan, maar ja, die zitten er dan bijvoorbeeld al 10, 20, 30 jaar in. Maar ik denk dat die instinctief, dus het is niet zo dat die ambtenaar, dat die allemaal slechte bedoelingen, hebben, maar die zijn er eigenlijk ook ingerold. En ik denk dat diegene die echt naar een moreel kompas luisteren, dat die zoiets hebben van: oh, Nee, dat ja. is hier eigenlijk niet correct. Ja. Hey, ja. Want, hey, de momenten, hey, ik heb vorige week nog met mijn uh, inspecteur aan de lijn gehad. En die was aan boos omdat ik haar een brief niet uh, binnen de tien dagen had beantwoord. Mm -hmm. Waarbij dat ik ook zeg, ja, maar wij als ondernemers wij moeten zien dat, wij, uh, dat onze cijfers goed zijn. Ja. Wij moeten de lonen kunnen betalen. Mm -hmm. hey? mm -hmm. En wij moeten ook belastingen kunnen betalen, zodat het, dat het zwaar over het apparaat kan blijven draaien. Mm -hmm. Dus uh, feit, mm -hmm. wij zijn allemaal een in dat systeem. Mm -hmm. hey? En dan voelde wel ook wel van, ja, uiteindelijk, die, die, die ambtenaren, je er, er machtswelistelingen tussen, ze zien bij de politie ook. Ik bijvoorbeeld nog even een verhaal van um, Riepke Zeilmaker, van interessante tijden, dus een, een Fries, en die is al twee keer opgepakt, en die zie dus effectief dat er twee soorten van politieagenten zijn. Je de robocops, he, die zeer aardhandig om op de grond te smijten mm -hmm. en, en zijn rug kwetsen. En dan is er een ander, uh, dus collega's ervan, en hij zegt ook, je ziet dat aan die ogen, van dat die niet akkoord zijn met ja. dat robocopgedoe. En die brengen dan zijn hondje nog naar huis, omdat ja. hij dan in de gevangenis moet. Ja. Dus daarom zie je dat, veel, denk dat er achter de schermen bij de politie ook veel discussie is. Ja. En dat die ook niet altijd akkoord zijn met de regels die zij dus op door de corporatie, want politie, dat komt politie, het woord politie komt van policy of the corporation. Mm -hmm. Dat die zich daar ook niet altijd even goed bij voelen. Dus we moeten er vooral op letten, vind ik, dat wij overheidsambtenaren uh, met respect behandelen en ja. ook ze doen inzien dat er dus wel degelijk een verschil is tussen wettelijk en legaal. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. zeer belangrijk. We proberen, die... we proberen toch ook daar de mensen achter die uh, persoon bij de politie ja. ook te zien en die zitten gevangen in een uh, in een systeem uh, het besef is daar maar er, dan heb je daar weer de angstcultuur ja, hè. Uh, het, het, ik mag daar niet voor uitkomen ik weet instinctief hè, volgens mijn natural law insight, instructief inst in intrinsiek, ja. dat ik verkeerd bezig ben, ja. maar ik zit nu eenmaal in zo'n systeem uh, waarbij dat ik anders mijn kinderen niet meer kan voeden, dat, is het. dat ik uh, um, ja, zonder beroep val, ja. geen beroepsinkomsten meer. En uh, liever dat dan. Ja. Uh, dan, eh, ze kiezen eigenlijk voor zichzelf. Zonder het te weten zouden ze eigenlijk beter anders voor zichzelf kiezen Zierlijk. en spreken. Ja. Maar dan heb je die angst en dat is ook... Het zit zo diep, het zit overal verweven. Ja. We worden er met de paplepel, het, het wordt met de paplepel ingegeven. Ja. Uh, het is zeer moeilijk om dat als individu uh, omgedraaid te krijgen. Ja. En ja, er zijn daar dan het, ja, nee, een, een aantal mensen die, die dat dan wel hebben, die kracht, en uh, ik denk dat dan ons de taak is om dan wel te spreken. Hè. En, ja, ja, absoluut. Ja, dat, is, dat is hetgeen dat we wel moeten blijven doen. Ja. Dat wel. En ook bijvoorbeeld, allee, dat is dat gesprek, hè, want wij hebben dan ook ambtenaren over de vloer gekregen hè, over die malafide klant en dan... Ja, dan, dan de moment dat je dan zegt, van, ik zeg je maar sorry, maar FOD Financiën en, en, en Douane Administratie, die zijn ingeschreven als corporatie. Hè? Dan zit je uit Dun Bradstreet, daar hebben die een nummer. Hè? Dus dat is een company web wereldwijd, waar dat dus alle corporaties zijn ingeschreven. Uh, die hebben dan bijvoorbeeld ook een nummer op de SEC, de Security Exchange Commission. Hè? Dus da daar zijn alle bedrijven ingeschreven, die worden verhandeld op de beurs. Dus eigenlijk de wereldwijde kruispuntbank van ondernemingen. Ja, hè? ja, ja eigenlijk. absoluut. Ja. En, uh, en, en dus je kunt dat allemaal perfect opzoeken. Dat dus, of wat financiën of wat economie, of wat justitie, hè, en het, uh, het politieapparaat dat erom vasthangt, dat zijn allemaal bedrijven geworden. En de moment, ik, ik, vind, ik kan dat niet nalaten, om dat toch aan die uh, ambtenaren te laten weten. Mm -hmm. En ik weet niet of dat... Ja, sommigen die dan bijna op pensioen zijn, die zullen zich daar... Uh, het, zal, het zal hun een worst wezen. Maar toch zie je dat mensen nadenken van... Zijn we eigenlijk nog wel een soevereine overheid? Mm -hmm. En dat is een olifant in de dat kamer. Dat is ook de vraag. Want ja. de, dat is eigenlijk de vraag. Ja. Zijn we dat nog? En hoeveel landen zijn dat nog? Ja, nee, dat is. En daarom zeg ik, want ik zeg het in de lezing ook, uh, in de filmpjes... Uh, dus dat zijn eigenlijk governments masquerading as... Uh, dus het zijn, het zijn eigenlijk corporations masquerading as government. Ja. He, dus eigenlijk overheden, de corporaties, met een masker op van de overheid. En je, zie, je, kunt, um, je kunt dat eigenlijk zeer goed uh, bekijken, ook aan de, aan de emblemen en alles. Dus dat zijn niet meer de originele. Degene die dat heel goed heeft uh, uitgedokterd... Uh, in Australië zit er zo'n zo onderzoeker. Um, en die kwam er eigenlijk op uit, die had een, een, een oldtimer... Um, Ingevoerd vanuit Chicago naar Australië. En je kwam er eigenlijk op uit dat hem, ja. door nog eens een extra belasting te betalen, een soort van accent, van voor de gassendiensten en airco's, zaten of zoiets. En je komt er eigenlijk op uit dat de Australian Government, dat die met die kangroekes een heel ander embleem hadden dan de oorspronkelijke Commonwealth-embleem um, van uh, Australië, dat gesticht was. 100 of 200 jaar geleden, en die is dat beginnen onderzoeken. En, en dat filmpje heeft mij eigenlijk ook getriggerd om te zeggen: hoe ziet dat dan eigenlijk met ons overheid? Mm -hmm. Wij zijn ingeschreven in de SEC, de Kingdom of Belgium. En die aandelen worden verhandeld. De staat der Nederlanden ook. Hè? Dus in, in het filmpje over uh, de podcast van Jeroen Sloendrecht, die kan dat zeer goed uh, uitleggen. Dat als er bijvoorbeeld de BOA's uh, bij ondernemers binnenkomen die hun zaak moeten sluiten. dan kun je als ondernemer vragen: zeg maar, heb ik als ondernemer een contract gesloten met de staat der Nederlanden? Ja. Hè? ja, ja. Dus en, en daarom vind ik het zo belangrijk om aan ons medemensen en aan ambtenaren te laten weten: die overheid dat zijn corporaties, dat zijn bedrijven die moeten je echt zien als een Ikea of, of ik zou hem maar zeggen een Carvajal of, of, of weet ik wat. Wil je zeggen met die embleempjes er Dus dat het originele embleem van Australië bijvoorbeeld dat dat nu eigenlijk uh, uh, meer neigt naar het embleem van de FED? Dat dus eigenlijk alles. Uh, ja. Hè? Dus dus. Dan moeten we eigenlijk eens checken met het originele embleem van België of van ja. Nederland, of ik weet niet wat. Ja. En hoe dat, dat eigenlijk veranderd is in de loop ja. der tijden. Ja. Dus dat heeft eigenlijk een, 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 een embleem gekregen, eigenlijk alle landen in hun ja. schild zal, zal nu ja. eigenlijk allemaal op elkaar moeten beginnen trekken. Ja, als ik vanaf zlof. de Tweede Wereldoorlog zijn eigenlijk doordat dus de US uh, uh, Incorporated failliet is gegaan. Hè? En dan vooral met het installeren van de federal. US Incorporated, dat wilde dus zeggen eigenlijk. Een bedrijf Am geworden. Amerika als land is failliet gegaan en ja. is een bedrijf geworden. Is een bedrijf geworden, ja. ja. En dan vooral in feite, want dat wordt uh, in het derde filmpje met de geschiedenis uh, uit de doeken gedaan, uh, hoe dat in feite via faillissementen, dus de Federal Reserve is eigenlijk een, 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 in privéhanden en die hebben eigenlijk alle staten in, uh, in het faillissement geduwd. Hè, door in feite dat via het geld te drukken en waardoor dat de, 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 dus de landen eigenlijk uh, hun, hun vermogen, alleen dus hun. hun uh, om zelf geld te drukken, dat werd eigenlijk afgenomen. Hè. Dus die zijn allemaal afhankelijk geworden van leningen die ze bij de, via de centrale banken bij de Federal Reserve hebben aangegaan. En zo zijn eigenlijk al die landen hun soevereiniteit kwijtgeraakt. Oorlog voeren, oorlog voeren ook. Arm worden, ook nog eens. worden ja, de bevolking dus. verarmen. Ja. Om iedereen dus te laten, uh, en dan, dan, is er van ons, allez, dan is er van ons ook een publieke persoon gemaakt, uh, die dus eigenlijk onder een, een, een militair bewind valt en die nu uh, de, constant de staatskas moet vullen. Mm -hmm. hè, met alle mm -hmm. uh, interesse er nog eens bovenop en zo. Mm -hmm. En dan zie je dus dat al die overheidsdiensten, eh, vooral als ze van briefpapier veranderen, hè, dus dan dat er een embleem verandert of zo, dan kun je wel eens gewoon kijken op Dun Bradstreet en dan zie je bijvoorbeeld, ah, Incorporated 2016. Mm -hmm. En dan is er aan die structuur wel het een en ander veranderd. Mm -hmm. hè. Maar er is dus eigenlijk niemand die zich dat afvraagt. Dat dat Want ik heb, de het moment dat ik daar onderzoek naar deed, hè, met dus uh, al die podcasts zien van, van die, uh, die Engelse... Uh, Engels-Saxische landen, uh, dan heb je dat zo een beetje rondverteld op het Ik Zo van, dan zijn, zijn dat bedrijven geworden. En dan echt met de, met de nummers, met btw nummer met het nummer van Dun Bradstreet en alles. Hè. Ik ben daar zelfs tot bij onze financieel directeur geweest. Mm -hmm. En dan is dat toch echt zoiets van, die hilde is zot geworden. Je, zo, die willen, idee... Mensen willen dat niet weten. Nee, dat, dat begrijp ik. Heb je hebt een idee hoeveel landen er al... Uh, ja. Onder die vetvallen, en welke landen juist, en uh, ja. welke doen daar niet aan mee? Zou het dan kunnen dat de BRICS daar niet aan meedoen? Ja. Is dat dan ook gelinkt ook met uh, de oorlog Rusland-Oekraïne? Ja, uh, zijn ze aan het proberen Oekraïne te verarmen, al wel dat het eigenlijk al een arm land was? Ik weet niet, zijn die al onafhankelijk zitten? Uh, of onafhankelijk, zijn die al hun soevereiniteit kwijt, wil ik beter zeggen? Ja. Is dat eigenlijk ook de betrachting weer al van... Te vet om, om, om zo ja. armoede te krijgen? Enfin, ja, Het is een, een, ja, ja. een, een, maar ik een weet vraag met veel zeggen. aspecten. Ja, ik, denk, uh, allee, ik heb in, in ons onderzoek gezien dat er uh, 194 landen. Uh, dus eigenlijk onder die uh, uh, onder de fit opereerden. Mm -hmm. Dus dus eigenlijk leningen moesten gaan aangaan hè? en dat de staatsschuld die god dan pijl snel naar omhoog. Hè? En, en nu beginnen wel met die BRICS landen beginnen daar eigenlijk een soort van die willen die hegemonie van, van de Amerika hè, van de fit um, die willen dat eigenlijk breken omdat die ook zien van uh, dan wordt een staat dus een soevereiniteit gewoon weer kwijt en de BRICS landen die beginnen daar nu eigenlijk een beetje in uh, in het verweer te komen omdat mm -hmm. die in feite die Um, ja, die dominantie van uh, ik zal niet zeggen van Amerika want het Amerikaanse volk wil absoluut geen, geen een oorlog, maar voor de, van de leidingen van, van de, de Biden administration en dan heel die uh, de IMF en, en de WHO en die er allemaal achter zitten en de Biz en zo, uh, die willen dat de Brics willen dat echt doorbreken mm -hmm. en, en zo, ik denk dat hè, nu met de val van de petrodollar uh, proberen ze nu Natuurlijk uh, die dominantie te behouden. En daarom dat ze eigenlijk, allez, dat is mijn visie toch, nu proberen ze zogezegd via Oekraïne een derde wereldoorlog te creëren, omdat ze die hegemonie zomaar niet gaan afgeven. Mm -hmm. Dus het hangt eigenlijk allemaal wel aan elkaar. Ja. Ja. ja, maar het is dus echt een olifant in de kamer om um, te zeggen tegen mensen dat onze overheid gewoon een corporatie is. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, uh, en dat zie je ook bijvoorbeeld in de uh, podcast van uh, Christopher James. Van Canada, in, uh, ik denk dat het uh, filmpje vijf of zes is, uh, die ook aanklaagt dat justitie ook een bedrijf is. Mm. En op het moment dat jij daar voor de rechter staat, kun je dat effectief wel aanklagen. Ja. En daar worden ze zeer ongemakkelijk van. Ja. Dus, uh, daar zal... is ook nog zoiets, hè, in de rechtbanken. Hè. Ja. Hè, hoe gedraag je je in de rechtbank ja. um, als je dan hè, eenmaal voor een of ander. Um, uh, je wordt hier, ja. aangeklaagd. Zo, ja, ja. Hè? dat is ook zo. Dus de, dus uh, de, de FOD Justitie is ook een corporatie geworden. En alle magistraten die daar zitten, die weten dat ze zoveel mogelijk geld in het laadje moeten krijgen. Hè? Mm. En die willen u, die willen volledig hier in die Admiralty en die Maritime Law blijven. En ook de Canon Law komt er ook nog een stukje bij. Hè? Maar die willen eigenlijk uh, dan het moment uh, dat jij, dus, uw naam zegt. Hè? Dus je volledige naam voor en achternaam, en je hebt legale formulieren ingevuld om op de rechtbank binnen te kunnen, dan zeggen ze van oké, okay, die zit hier als slaaf, die, dat varkens zullen we hier eens even gaan wassen. En dan kunnen ze een gedeelte uit hun trust nemen. He, dan wordt er een soort van constructive trust opgezet voor die rechtszaak. En op het moment dat jij uh, ergens je identiteitskaart onder de griffier hebt gegeven, of jij zegt, de, de rechter vraagt je naam, dan begint er van alles te bewegen in die trustwetgeving. He, dus dan, dan geef je eigenlijk je titel als beneficiary aan de rechter. Op He, het moment dat jij schuldig wordt bevonden, dan uh, wordt in feite de, de openbare aanklager, die, wordt, die, die krijgt de portefeuille in handen en na ja. nou kunnen ze de buiten onder elkaar verdelen. He. Maar hetgeen uh, het is een beetje een discussie nog onder de autonomiebeweging van, moeten wij als uh, autonome mannen of vrouwen of soevereinen, moeten wij sowieso Zo nog naar, naar de, rechtbank. de rechtbank? Dat is eigenlijk de vraag, hè? Dat is heel de vraag, Dat ja. is... dus, uh, Maar ik heb wel heel veel um, inzicht gekregen met de, um, met de lezingen van Christopher James uh, in Canada. Ja. Um, en die, um, die zegt, je moet eigenlijk drie vragen stellen aan de rechter. Hè? Dus... Uh, am I property? Ben ik, ik uw eigendom? He, dat is een niet een raar vraag, maar dan zul je die, die rechter wel zien kijken van oh, wat vraagt die hier nu. Mm -hmm. Dus ben ik, ik eigenlijk uw slaaf? He, ben ik, ik uw eigendom? Dat horen ze niet graag. Mm -hmm. En de tweede vraag dat je dan kunt stellen is: van, heb ik, ik als man of vrouw heb ik ik een contract met u? Heb ik een overeenkomst met u, als mm -hmm. man mm -hmm. of vrouw? Mm -hmm. Dan kun je bijvoorbeeld nog vragen: heeft er iemand een aanklacht tegen mij ingediend? Heeft er iemand, uh, ik, heb ik een slachtoffer ja, gemaakt? Valt dit slachtoffer onder, onder strafrecht. Mm -hmm. hè? En dan kunnen we nog eens vragen: van, heb ik, ik een contract met de rechtbank, waar dat u voor werkt, want dat is een corporatie. Mm -hmm. Ze zullen allemaal niet graag horen, en ze zullen u proberen te intimideren. En die zijn daarop getraind van u er in feite in te luizen. Mm -hmm. En ermee één raad probeert uit die rechtbank weg te blijven. Ja, dan, dan, dan stelt zich de vraag in welke mate eigenlijk um, zijn die advocaten op de hoogte eigenlijk van ja. heel het systeem. Hè? Uh, een advocaat uh, moet een eet uh, zweren ja. uh, voor uh, eerst en vooral de grondwet. Ja. En dan ook voor de bar. Hè? Ja. En de grondwet, ja, logisch, hè? ja Omdat dat is logisch. Als ze aan de balie willen werken. Eh? Ja. ja, als ze aan de balie willen werken. Maar dan ook de bar. En de bar, dat is dan denk ik weer... Ja. Het feit dat ze werken voor een werkgever, voor een firma. Hè? Ja. Ja. En, en in welke mate eigenlijk beseffen ze eigenlijk dat ze tegenstrijdig bezig zijn? Ja, ik denk dat die dat zeer goed beseffen, maar die proberen dat voor, voor ons verborgen te houden. Dus als wij ons daar ons, als persoon, hè, wij, gaan, wij gaan in dat schip staan, we gaan in dat beklagde bankje staan en wij... Uh, spelen braafjes uh, de, de brave burger of de persoon, dan kunnen die met ons gewoon spelen. Hè? En die, die switchen dan van, van uh, in, binnen dat handelsrecht, switchen die van Admiralty Law naar Maritime Law, uh, naar die Statutory Legislation, naar, naar Canon Law, dan gaan ze misschien weer even naar, toch naar Common Law ofzo. Dus die, die kunnen daarmee spelen omdat die toch ons als paupers aanzien, als onwetende, als gevaar voor de maatschappij. hè. Mm -hmm. En, uh, ja, en dan is het, ze weten dat ze dus eigenlijk uh, uh, twee eden hebben gezworen. Maar die oude elkaar indoog, die magistraten, die zullen bijvoorbeeld een advocaat die zal nooit voor uh, de volledige vrijspraak gaan, omdat je dat eigenlijk niet mag. Hè. Die zal altijd voor strafvermindering gaan. Hè. Ook al is het overduidelijk dat er bijvoorbeeld niets echt strafrechtelijk is gebeurd. Mm -hmm. hè. En je zal alleen maar voor strafvermindering gaan. Mm -hmm. hè? Nooit voor vereispraak. Want die houden elkaar in de oog. En omdat die dan nadien de pot kunnen verdelen van je constructieve trust. Hè? Dus uh, en je moet ook. Allez, in Amerika is dat toch zo. Ik weet niet hoe dat dat hier zit. Uh, als er effectief een gevangenisstraf uh, mee in spel kan zitten. Dan zouden advocaten meetekenen voor de derde handtekening. Ik weet niet of dat hier zo is. Maar ik heb dat wel in een aantal podcasts gemaakt. Wat hoort. bedoel je met die derde handtekening dan? Dus de het moment dat er uh, een, een, een straf wordt. Uitgesproken, dan moet de rechter tekenen, dan moet de uh, openbare aanklager tekenen en dan moet jij normaal gezien, jij als pauper, jij als uh, dus beklaagde, moet jij zelf ook uw handtekening zetten, maar dat gaat jij zelf niet doen. En dan zit blijkbaar de advocaat achter de schermen de derde handtekening. Ik zeg het, dat is in Amerika en Canada zo. Ik weet niet of dat hier zo is. Ja, want als dat je dat... geen advocaat neemt en je tekent niet, ja, dan, dan, ja, dan is er de kans dus groot dat je niet in de gevangenis belandt. Hè. Dus, uh... Um, ik heb daar zelf geen ervaringen mee dus ik moet met alle voorzichtigheid spreken maar mm. uh, zo is dat en ermee is dat eigenlijk um, één, allee, er zijn soevereinen uh, die zich daar als soeverein uh, dus je moet eerst je status je standing bekendmaken hè, aan, aan de, de, de griffie en dan zeggen van ik ga geen legale formulieren invullen hè, en je gebruikt bijvoorbeeld je diplomatiek paspoort hè. Um, dan kun je daar wel hè, er zijn al rechtszaken geweest waarbij dat er uh, dus, uh, uitspraken zijn geweest, bijvoorbeeld uh, een boete die van 750 naar 50 euro is gegaan of zo. Hè. Dus um, ook weer die strafvermindeling en niet de volledige vrijspraak. Mm. Maar hetgeen dat er al wel een paar keer gebeurd is, is dat um, de soevereinen, als die zeggen van ik heb in de rechtbank niks te zoeken, want ik wil mij niet onderleggen, uh, onderwerpen aan de juridictie van de rechtbank, en zal zeker niet aan, die, aan de handelsrecht, dat die dus eigenlijk uh, op voorhand hun status bekend maken bij de griffie en zegt ik ga daar Aanwezig zijn, maar ik ga buiten blijven staan. Ik ga niet binnen. Hè? Dus ik ga mijn, mijn status als levende man of vrouw, als soeverein bekendmaken bij de griffie. En op het moment dat, er dus, uh, dat de rechtszaak uh, dus die en dag is, dan moet je eigenlijk uh, een getuige meenemen of meerdere getuigen, en het liefst ook opnemen. En die moeten naar binnen gaan met uw identiteitskaart op een uh, karton geplakt. Mm -hmm. En dan kunnen die zeggen: de soeverein staat buiten. Dus je kunt niet veroordeeld worden bij verstikken. Voilà. Dus je zijt ja, eigenlijk wel daar het bewijs is er gestaat buiten. Ja, je staat buiten. Maar ja. je komt niet binnen nee. in de firma, want je hebt daar eigenlijk niks te zoeken, want nee. je hebt daar geen contract mee. Ja. Dus. Uh, gestuurd iemand anders die verklaart dat jij daar buiten staat. Ja, ja, dat is. Ja. En ik denk hier in, in, uh, allee, dus in de EU is dat allemaal nog in een proeffase. Ja. Hè, dus de anglo saxische landen met hun common law, die zijn er al veel verder in. Die zijn er al 10, 20, 30 jaar mee bezig. Ja. Maar hier is dat echt één ijsvlakte. En wij zijn nu stilkens aan het onderzoeken hoe dat we toch het een en het ander kunnen bewegen. Want het is natuurlijk... Uh, we zijn van zeker dat er in de achterkamers bij de rechtbank dat daar echt over gesproken wordt omdat die goed genoeg weten dat de soevereiniteit en de natural law uh, dat is eigenlijk de Achilleshiel van heel het gerechtelijk systeem mm -hmm. dus die weten dat eigenlijk ook hè. Ja, dat is iets dat ze nooit zullen wegkrijgen want het nee. is inherent aan de mens ja hè? Absoluut. En dan vooral als je uh, je eigenlijk een beetje verdiept in die trustwetgeving. Hè. Dus in het zevende filmpje op de rechtbank uh, leg ik eigenlijk ook uit wat dat er juist gebeurt met die, uh, die rollen in die trust. Hè. Dus als er zo'n een, een rechtszaak verloopt, en, en daar valt gewoon stijl van achterover. Mm -hmm. Hoe dat zij ons als persoon, hè, dus wel als persoon, als burger, echt bekijken als dommerikken en zwakkelingen en een gevaar voor. Uh, onszelf en voor de maatschappij. Mm -hmm. En daarom moeten wij zo, zo uh, zwaar bestraft worden. En moeten wij eigenlijk uh, ja, in een kooi gestopt worden. Hè. Daar komt het eigenlijk op neer. En, en, en dan moeten we echt zien dat je niet in die kwaliteit belandt. We nee. nee, moeten ik, altijd ik, ik... onze kalmte bewaren. Voilà. En eigenlijk onze soevereiniteit. Want als we ja, zeker... dat bewaren, dan, dan zijn we kalm. Nog, nog even een vraagje. Waarom in de Engels-Saxische landen staan ze daar verder? Ja, daar, die, die, dat is omdat die uh, heel goed gelinkt zijn met de common law in, in de privégedeelte. Dus het gewoonterecht, uh, die, uh, dat leunt, je ziet, dat staat ook vlak onder de natural law. En, en die, uh, die termen en, en die rechten... Dat staat eigenlijk bol van de mensenrechten. Mm -hmm. He, dus, en die zijn daar zeer, zeer goed weg mee. Je zult dat ook zien als je clipjes ziet van, uh, van in Engeland of zo, dat die daar ook zeer zware uh, coronamaatregelen hebben. Dat die politie zijn. Ja. En die aangiften op het politiekantoor. Ja. Ja, ja. Ja. En ook bijvoorbeeld uh, dat, die, dat die politieagenten dan komen binnenvallen ja. uh, bij, bij winkeliers en zo. Dat is onwaarschijnlijk hoeveel dat je daaruit kunt leren. Mm -hmm. He, die, die, zijn, die zijn daar echt van doordrongen van het verschil te kennen tussen wettelijk en legaal. Want kom law, is eigenlijk bij ons privaatrecht. Dat is eigenlijk... Ja, hier wordt dat niet gebruikt. Ja. Nee, want ik heb er eigenlijk in mijn filmpje zelf, en we zijn ondertussen bijna een jaar later, iets te veel aandacht aan besteed, omdat ik natuurlijk heel veel heb geleerd vanuit die, uh, die, die podcasts van in Engeland, van Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en zo. Maar wij moeten vooral als soevereine... Um, volgens de natural law gaan handelen. Dus als wij een conflict met iemand hebben... dan moeten wij een aangetekende brief sturen. En dat ja. proberen, ongeacht onderling. van de overheid... onderling proberen ja. uit te komen. Ja, Ik de maak mij ineens zo, uh, de bedenking... dat het raar is dat net die landen... de angelsaksische landen... Australië, Canada en, en Engeland ook... dat daar eigenlijk die regels tijdens corona... zo drastisch waren. Veel strenger ah, dan bij ons. Hoewel eigenlijk daar de mensen... Ja. Veel meer doordrongen zijn van de common law, van eigenlijk ja. het proberen oplossen onder elkaar. Dat is ook zo. He? Dus waarschijnlijk dat 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 is dat de link is uh, om net daar volle Absoluut. gast te geven, om die mensen mond dood te maken. Zeker. Uh, niet buiten mogen. Een uh, afstand maar van je huis mogen. Uh, ja. Die winkel en geen andere om uw gerief uw, 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 te gaan halen. Hè? Dus ik denk dat dat daar dat eigenlijk niet. mee te maken heeft. Dat, dat, dat kwam zo ineens. Nee, nee, dat is effectief. Zo bij ja. mij op. Uh, uh, want ja. het mag je niet rondgaan, hè? Nee, ja. uh, die kennis. Maar de autonomiebeweging wordt uh, in de kranten bij ons ook nu een gaan liggen, maar dat is ook een tijd geweest hè, dat dat gewoon weer belachelijk gemaakt. Ja. Van die, die gaan zich statenloos verklaren, ja. maar het is niet... Uh, als, als jij soeverein bent, heb je nog altijd recht om in een land te wonen. Mm -hmm. te wonen. Dat wordt in, in Amerika eigenlijk uh, beschreven als state national. Hè? Dus mm -hmm. dat jij je soevereiniteit bewaart, ook al heb jij... Uh, ook al leefde jij hier op dit grondgebied, dus het is niet dat jij dan ineens. Uh, ja. Dat vogelvrij verklaard wordt of zoiets. Mm. Hè? Dus dat is echt ja. ook wel een misvatting. Ja. Nog eens even om terug te komen op die, op die, uh, uh, die afstanden en zo, die, uh, die, die de, in die Angelssexische landen um, ja. uh, waar, we, waar we zo, zo, zo streng waren. Ze zijn, hey, ondanks het coronaverhaal dat nu eigenlijk al uh, wat is gaan liggen, daarop verder gaan hey, om eigenlijk de soevereiniteit van de mensen af te, af te nemen. Ja. Uh, ze zitten nog met dat coronaverhaal in hun. Achterste hè, en ga nu eigenlijk heel gemakkelijk mee in die 15-minute cities, hè, mm -hmm. waarbij je eigenlijk maar uh, die in afstand van terug, hè, vroeger omwille van corona, maar nu. Ja. Uh, maar ik denk, hè, Christine, dat dat. Uh... te linken met milieu en wat is ja. het allemaal echt om, om dan te komen ja. tot die QR-code. Ja, maar ik denk, hè, die, die smart cities. Hè. Uh, mensen kunnen maar een bepaalde graad van tyrannie verdragen. Hè? Dus nu maken wij ons gewoon druk om het feit dat er veel mensen, eigenlijk toch nog, allee, dat is het schijn natuurlijk, misschien kunnen we ons er ook in vergissen, um, dat veel mensen die, uh, zich allemaal zo slaafs onderwerpen aan al die regels. En dan denk je van, allee, hoe kan dat nu toch dat die, dat die niet meer uh, in opstand komen, dat die niet meer hun mening zeggen, dat die allee, alleen al dat, dat censureren van, van, ja. van ons mening nou, en zo. He? Maar ik denk, hè, dus. Um, als die hun auto gewoon niet afgeven en hun reizen, dat ligt zeer gevoelig bij de mensen. Hè? Dus ze moeten eigenlijk al eeuwig jaar doorwerken En de nieuwe generatie gevoelt dat goed gaan. Die, die hebben die discipline niet meer, die willen dat ook niet meer. Het is ook iets zeer onnatuurlijk om gedurende 45, 47 jaar, en zo, ja. misschien nog optrekken, om alle dagen te gaan werken, om weinig vanaf ja. te hebben, om veel belastingen te betalen, om je kinderen te moeten afgeven ja. in de crisis en in school en zo. En, en er zijn heel veel mensen die zich dan vasthouden aan die weekends, die ja. reizen, met de notto kunnen rondrijden. Ja. En als ze die... Dan nog, dan nog eens gaan opsluiten, dan denk ik, maar dan zitten ze inderdaad, nog niet aan... Inderdaad, nee. inderdaad. Er is inderdaad een evolutie naar groepspraktijken. Ja. Wat maakt dat je uh, met vijf dezelfde job uitoefent en er is altijd wel iemand, er is altijd een permanentie, waardoor ja. dat je gemakkelijker uh, vier, vijfde werkt uh, en meer vakantie kunt, uh, kunt ja. nemen. De, het, het belang van, van zelfzorg begint toch terug uh, door te zijpelen bij de bevolking, ja. inderdaad. En... en uh, Inderdaad, ja, zoals gezegd, als mensen in hun portemonnee gaan zitten ja. en hun, hun vrijheid afnemen om nog te reizen. Ja. En, en, uh, dat ligt gevoelig. Zo. Ja, dat ligt gevoelig. Dat ligt en, uh, heel ik hoop gevoelig. dat dat toch uh, een beetje uh, ja. een klein kraantje uh, ja, ja, is. Ook veel mensen die beseffen dat eigenlijk niet, dat dus de, de overheid met al die miljoenen regeltjes. die, die uh, maken eigenlijk een aanslag op onze vrije wil. Mm -hmm. en op ons leven en op, op onze gezondheid. en op ons, de rechten, de, de onontvreembare rechten. die wij vanuit de natural law hebben. Dus dat wordt eigenlijk afgenomen, beetje bij beetje. Hè? En sommige ja. mensen die staan er gewoonweg niet bij stil, omdat die in een totale hypnose leven. Ze zijn nu zelf de natural law aan het weg. Door heel het genderverhaal. Hè? Ja, absoluut. Eh, dus de natural law zijn ze aan het proberen stuk te maken, want er is geen man meer, geen vrouw meer. Ja. Er is uh, gewoon genderloos en we ja. mogen niet meer, uh, elkaar niet meer op de tenen trappen, er, er, er mag niks meer gezegd worden. Ja. Uh, de moraliteit, uh, zogezegd in het kader van uh, moreel correct te zijn, vervalt totaal. Ja. En ik denk dat het, dat, dat, dat eventjes iets is dat ze nu, waar, dat, waar dat ze van denken, we, zitten niet, we zijn goed bezig, maar ik denk dat dat naturele intrinsiek, dat, dat, nee, dat, dat, dat krijg je, dat je krijg niet kapot. weg door, 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 door te gaan snijden, aan de mens in het geslacht te veranderen. Nee, dat nee, vrouw dat zijn blijft erin zitten en dat man zijn blijft erin ja, ja, in zeker, zitten. En, en, en dat gaat ga zo over de top gaan. Hmm. Nee, nee, dat dat is ik ook denk zo. dat daar wel de kentering zit. Ja, ja dat is ook zo. Van, en, dan, en dan is zo van die podcast gelijk dit. En, en over uh, waar komen wij vandaan? Wat, wat zit er intrinsiek in ons? Dus die, die studie van die natural law, daar kunnen we zoveel uithalen. Hè. En daarom zie je echt van... We moeten gewoon um, gaan mensen doen inzien dat ze in, onder hypnose zitten. Mm. Dat is zo belangrijk. Hè. Ik kan me zodanig hard storen aan het nieuws, en dan vooral als er op het hoogtepunt van het nieuws dat er een of ander voetbalmatch positief is uitgedraaid voor België, dan denk ik, oh mijn god. Er zijn zoveel andere problemen. Ja. De helft van de gezinnen kan hun rekeningen niet meer betalen. Dan ja. ja. denk ik, die energierekeningen die gewoon de pan uitswingen. Er is geen kat die spreekt over Nord Stream. Wie heeft dat opgeblazen? Dat He? is waar. Dus dat is zoiets dat je dan denkt van, man, ik ben zo kwaad op die media. Wie zit er in de mask? zinger? Ja. He? Belangrijk. Dus dat maar Nord Stream, ja. nee, niet, niet over. in Parijs, is... nee. Niet, nee. nergens. Nee, nee, dat is ook zo. Dus ik denk wel dat er echt een, sowieso die 20% die uh, sowieso al iets anarchistisch in zich had. Hè, die komt sinds de coronacrisis nog harder naar buiten, omdat je dat ziet met die gele hesjes in Frankrijk, nu staan die met een miljoen in Parijs hè, ook omdat de elf, of misschien wel meer in Frankrijk dat is de armoe, gewoon de pan aan, aan het uitswingen dus, uh, maar dat wordt natuurlijk niet bericht in de media hè. Mm -hmm. en mensen voelen al instinctief, om via de sociale media wordt dat natuurlijk enorm in de kijker gezet hè, en dan wordt dat gesproken door die factcheckers en zo. Van, dat is allemaal niet waar want dat wordt dan uitvergroot mensen beginnen gewoon te voelen van er klopt hier iets niet. Mm. Dat is gewoon pure tyrannie aan het worden. Mm -hmm. he? mm -hmm. En we weten niet hoe dat het gaat uitdraaien, maar in ieder geval, ik vind dat um, wel goed. Allee, je hebt ook een delen van die autonomiebeweging, he? want ik heb uh, ook op locatie um, uh, een paar lezingen gegeven. en dan zaten er mensen, schatten van mensen, he? die dat echt goed menen, he? maar die zo naar mij aan het kijken waren, die zeiden van joh, jij zit vol met kwaadheid. Zo van, oh, maar je zegt wat is dat toch? Ja, en dan ja, denk ik, ja, ja, ja. moeten we niet verontwaardigd zijn over die agenda? Ja. Zeg, we worden gewoon langs alle kanten aangevallen, hè? En dan, uh, ik heb daar nog eens even over nagedacht. Maar in de natural law, Mark Pasio, die zegt ook van, we moeten eigenlijk gewoon een balans vinden tussen ons rechterbrein en ons linker. Hè? Ons linker is de logica, de reden, de wetenschap. Hè? en de rechterkant is dan uh, de intuïtie, de vrouwelijke kant, de non-aggression principle, dus niet agressief zijn. Mm -hmm. hè? Maar als je wordt aangevallen, moet de linker in actie schieten. Mm -hmm. hè? Dat is het de self-defense principle, mm -hmm. zeer belangrijk. Mm -hmm. hè? Dus mm -hmm. het is niet als soeverein moet je gaan zien, oh, do no harm. Eén uitzondering, als je zelf aangevallen wordt. Ja. En dan moeten we wel kunnen verdedigen. Mm -hmm. En dan... Uh, want vroeger was ik eigenlijk ja, ook vrij links georiënteerd. En dan dacht ik, die Amerikanen met hun wapens en zo, hè, dat is toch wel een schande in dat Second Amendment en dan hè, de National Rifle Association, dat die zoveel gewicht in de schaal kunnen leggen. Maar nu ben ik eigenlijk als anarchist en soeverein veel meer dat gaan waarderen, mm -hmm. dat die Amerikanen hun wapens niet willen afgeven. Mm -hmm. Omdat die goed genoeg voelden Via bijvoorbeeld false flag attacks mm -hmm. proberen ze nu van. Oh, nu moeten toch dringend al jullie wapens gewoon inleveren. Mm -hmm. He, dat die goed genoeg voelen als dat cowboy-hart nog in hun van. Dat gaan we nu niet doen. Ja, absoluut. He, en wij zijn hier in twisten op dat gebied vrij kwetsbaar. Ja, heel kwetsbaar. Heel kwetsbaar. Langs ja. de ene kant mooi, hè? we willen niemand kwetsen, we willen ja. niemand pijn doen, geweren zijn slecht. Uh, hè? Ja. Dus dat verhaal van die ontwapening in Amerika, dat, dat wordt hier ge, 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 gewoon uh, direct aanvaard. Hè? Ah, ja, ja, natuurlijk, is, uh, ja, natuurlijk, die wapenlobby, uh, slechte mensen, ja. uh, hey, je gaat toch niet voor wapens zijn. Hè? Nee. Begrijpelijk vanuit het menselijk standpunt, maar... Nee. Om jezelf te kunnen uh, verdedigen, verdedigen. Ja. Um, zeker. Maar, maar in Amerika, dus ik volg ook um, SGT Report, dus SGT. En dat is een zeer goede podcast. Die kunnen dus echt uh, allez, die, die kan enorm interessante gasten aanhalen. En die was op een gegeven moment aan het vertellen. Hè. Um, dus ik liet aan mijn uh, kameraden, die ik um, van 9-11 op die dag. Het fragment zien dat de BBC had opgenomen, ja. uh, waarin dat Building 7, zogezegd, zou uh, ingezakt zijn. En die stond er nog, op dat scherm. Twintig minuten later zakte die pas in elkaar. En ik laat dat aan mijn kameraden zien. En die zitten er zo in te kijken. En die, die, die snappen dat niet. Die snapten die niet. niet door, dat, he? Het tronk niet door. Dat hij zegt, dat is nu echt een staaltje van cognitieve dissonantie. Absoluut. Maar dat is, ik denk dat dat nog altijd te maken heeft met... Uh, het geloof het in, overheid. in de overheid. Ja, belief in government. Eigenlijk, ik weet niet hoe dat hem dat heeft aangebracht bij zijn vrienden, maar eigenlijk moeten hij dan eerst gewoon uitleggen wat is een valse vlagoperatie? Mm -hmm. Like 9-11, inside mm -hmm. job. Mm -hmm. hè? Wat is een a false flag attack? Mm -hmm. Wat is dat? Dat is de overheid die zelf een, een, een soort van catastrofe enceneert om de burgers aan hun kant te krijgen. Ja, en absoluut. Dat is, dat is iets zeer... Dan, dat, de mensen moeten dan een klik voor in hun, in hun, in hun hersenen maken. Ja. Om echt te zeggen, de overheid heeft het niet altijd zo goed. Voor. Dat is de angst, denk ik. Angst om een houvast uh, te verliezen. Zeker. Eh, om, om, wij zijn inderdaad weer al opgevoed uh, om, om uh, achter iemand te staan. Ja. Eh, en niet meer voor onszelf te moeten denken. Nee, zeker. En dan valt, dat, dan valt die. die, die uh, ons, 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 ons vasthouden ja, valt dat weg, valt uit dat valt weg ja. en dan moeten wij voor onszelf kunnen beslissen en dat is, dat ook, is door de tijd afgeleerd hè? Dat is nu ook nog zo. meer meer en meer, meer en meer. Dat is ook zo. En ik vind een heel belangrijk, uh, alle, een hele goede lezing van Mark Passio is uh, die van order followers. Mm -hmm. hè? Dus uh, omdat ik zelf in mijn beroepsleven heel veel met ambtenaren te maken heb... Hè? Um, dan, dan, gaat het dan wil je eigenlijk wel eens weten van waarom kiezen mensen voor een job bij de, bij de overheid? Hè? Natuurlijk ook voor uh, werkzekerheid hebben. We weten niet hoe dat de komende jaren gaat uitdraaien, hè? omdat in België natuurlijk financieel in een zeer slechte positie staat. Hè? Dus maar waarom, wat zit daar eigenlijk achter? En uh, hij beschrijft dat in die lezing van order followers eigenlijk zeer goed. Hè? Dus het eerste dat hij zegt is willful ignorance. Dus die willen niet weten welke krachten dat er achter de macht zitten. En ook achter hun werkgever. Die willen niet weten wie dat er in hun top zit. Dus dat is kop in de grond. Mm. Hè? Willful ignorance. En dan een tweede is de weigering om... Uh, zelf verantwoordelijkheid te ja, nemen absoluut. voor hun daden. Hè, we ja. hebben we net dat voorbeeld gegeven van de ja. politie. Had er iemand u tegen de grond smijt en die kwetst uw rug, dan kun jij die via de Natural Law voor de rechtbank dagen. Ja. En dan kun jij zeggen: ik nagekeken een brief schrijven, notice of liability, van jij hebt mij schade toegebracht. En mm -hmm. ik eis bijvoorbeeld 200.000 euro of zoiets. Jij kunt dat hard maken in de rechtbank, mm -hmm. als soeverein. Mm -hmm. hè? Dus in theorie, ik heb, ik heb nu nog niet hier in Europa zulke zaken gezien, maar in principe is dat via de natural law mogelijk. En rechters die weten dat. Hm? De derde, um, waarom dat mensen dus voor een, een job bij de overheid kiezen, is um, hij zegt self-loathing due to a lack of self-respect. En self-loathing ja. wil zeggen: ik ben een slachtoffer. Ja. Ja? I have suffered, therefore I shall cause suffering. Hm? Ja. Dat is zo zelf mishandeld worden en je kinderen ook mishandelen. Ja. He, dus, um, en dan in feite een job gaan zoeken bij politie of uh, 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 leger, om eigenlijk... dus eigenlijk wraak, ja. ja, eh? een soort van, van vraak. Vraak, Ja, maar daar eigenlijk zelf niet bij stilstaan dat dat de reden is. Ja. En de vierde is de parental abandonment issues. En dat is eigenlijk, uh, dus doordat uh, de vrouwen in de jaren uh, 60 en 70 mee zijn gaan werken, he, het feminisme dat opkwam, dat ook een uh, dus, eigenlijk, een uitvinding is van de kabaal. Is er eigenlijk een soort van gat in de opvoeding gekomen? Hè. Uh, door die, die moraliteit, die is eigenlijk weggegaan. Dus, uh, ze hebben dan eigenlijk hun ouders weinig thuis. Op um, het moment dat ze dan de school verlaten, denken ze niet eens van. Oei, nu staan ik hier. Wie, welke regeltjes moet ik nu volgen? Ja. Ik sta helemaal in mijn blootje. En dan gaan ze uh, zoeken voor een. een Hè, bijvoorbeeld voor in het leger te gaan of zoiets. Ja. En ik heb dat in mijn eigen omgeving ook wel uh, gezien. Ja, mensen, hè, jongens die zo heel vroeg in het leger gaan, die hadden in feite ook te wel een kort beetje... kort in hun opvoeding. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus, en dat vind ik dan wel heel interessant om dat te zien. Dus dat dat, dat dikwijls de reden is waarom dat mensen kiezen voor een job voor de overheid. Maar Mark Passio heeft daar eigenlijk geen compassie mee. Die, zegt, die heeft zelf ook um, een, een lezing, Quit the cult, dus Ga uit het leger, ga uit uh, de politiemacht, omdat die systemen uh, gedurende de geschiedenis alle tyrannieën in stand hebben gehouden. Mm -hmm. Doordat die het monopolie op het geweld hebben. En die kunnen ons dus eigenlijk klein houden. Het probleem, of mijn bedenking daarbij, is, is dat die instanties nu net uh, daar zeker uh, heel erg mee bezig zijn om juist die mensen. ...daarin ja. te houden. Dus dat daar zeer weinig kans toe is dat die mensen dat besef krijgen. Ja, dat is. Omdat ze daar goed betaald worden, ja. veel verlof krijgen... Ja. Uh, respect, ...gerespecteerd worden, omdat ze juist in een overheidsfunctie zitten. Ja. Dus al wat dat ze eigenlijk zoeken, krijgen ze daar. Dus moeten ze niet meer nadenken. Tuurlijk. Zeker. Dus dat is een hele erge om tegen te vechten. Een hele moeilijke. Ja. En ik zie dat zelf in mijn job ook. Hè. Dus dan zie je eigenlijk ondernemers die uh, risico nemen, die personeel aannemen, die er zeer veel belastingen op betalen, wij dan ook nog eens, hm? en dan moeten die nog zien een service te verkopen, zodanig, en daarna nog een centje aan overhouden. Dus ik heb het grootste respect voor ondernemers. Ja. Hè? Want dan zit daar een overheidsapparaat op, die langs alle kanten uh, belastingen heeft, dan nog eens boetes bovenop, en er is iemand, ik weet niet wie de naam ontsnapt mij nu, die zegt van in feite moet een overheid zich niet bemoeien met economie, met ondernemingschap. Dat is hetzelfde als dat je de staat en religie uit elkaar moet halen. Mm -hmm. Dus, hè, en er zijn ja. voor- of tegenstemmen voor, maar uiteindelijk vind ik dat ook zo. Ondernemers... Um, die die stond bij mij zeer hoog aangeschreven, omdat die mensen risico pakken. En als ze falen, dan is dat hun verantwoordelijkheid. En er is dat heel spijtig voor dat personeel, maar je ik, ik, moet u maar proberen staande te houden. Dat is nu net de Absoluut. groep van mensen waar dat ze achter zijn. Die, die moeten ja. het loodje leggen, die moeten eruit, die mensen. Ja, die moeten eruit. Dat is, de angel, je... dat is de engel die eruit moet. Hè? Absoluut. En daar dat zijn ze nu mee zo. bezig. Hè? Ja omdat ze nou juist, juist zelf de economie zijn. Hè. Ja, ja, zeker. Zij ja. hebben hun visie op economie, hè. hun verdienmodel. En ja. die mensen, uh, dat is het nog, dat hun weer houdt om alles te hebben. Hè. Ja. Zeker, absoluut. Maar dat over het hier, ik denk Frankrijk, het enige land dat ons nog voorgaat, dat heeft nog meer ambtenaren. Hè. Ja. Maar dus, ja, die houden elkaar allemaal in stand. Hè. Hoe lang zijn ze nu al aan het spreken over? We gaan de senaat afschaffen en we gaan de provincie afschaffen. Mm. En op, die blijven allemaal doorbetaald. Ons kind, ons, die steunen elkaar allemaal, die geven elkaar allemaal postjes. Ja, dus, en, en wie is daar de dupe van? Ja. Wij, de belastingbetaler. Ja. Dus ja. natuurlijk, die ambtenaren die betalen ook belasting, maar dan denk ik wat een hoax, wat een, een hoop bullshit jobs worden er toch niet gecreëerd. Terwijl dat wij hier veel productiever kunnen zijn door zelf ons groente te verbouwen, door zelf een maakindustrie. Hé, nu is alles verzest naar China en naar Indië, die lage gelonden. En we moeten dat hier dringend terug terug zelf beginnen doen. Terwijl wij alles, alles hebben. He? Terwijl wij eigenlijk alles hebben. Ja. 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 He, dus wij Vlamingen, wij zijn harde werkers, wij kunnen even, en dat is al de volle bezig, hè, een parallele economie. Ja. He, dus, uh, en dan is nog, gevoeld dat wel, dan is er nog wel zo'n beetje de discussie tussen um, mensen die de, de autonomiebeweging uh, genegen zijn: van, moet dat mee of zonder overheid? Hè? Moet, moet er politiek zijn? We moeten toch nog gaan stemmen, want er moet toch nog iets zijn van een, uh, hey, een soort van ordehandhavers of zo? Dat is zo nog heel die discussie. Ja. Ja, dat is nog een ja. klein beetje het systeem waar we uitkomen. Ja. Um, ja. Ik wil zelf graag geloven dat dat niet meer nodig is. Absoluut. Ja. Ik, ver ik vergelijk dat met, een, met, met iets uh, wat Sam Brokken ook zegt uit India Een kruispunt in Indië uh, waar zoveel volk, gigantisch, op, gigantisch veel volk, op straat tegelijkertijd rondloopt met er nog wat koeien tussen, fietsers, ja. auto's. Ja. En op een kruispunt, daar zie je geen... Potzingen nee, in Dat is ook zo. Omdat iedereen van zijn eigen, van de andere aanvoelt wie waar naartoe ja, gaat. Dat is, dat is een perfecte dus voorbeeld. Dus daar heb je eigenlijk geen politiek voor nodig. Je hebt geen verkeerslichten nodig. Je hebt niemand nodig die zegt, jij gaat nu dat doen, jij gaat nu dat doen, jij gaat nu dat doen. Nee, nee, nee dat is ook uh, zo. Nee, nee want dus, De overheid neemt eigenlijk een beetje onze vrije wil volledig af. Ja, hè? onze verantwoordelijkheid. Ook, ook. Onze zeker. verantwoordelijkheid naar onszelf en naar de anderen. Zeker. Ja. En ook bijvoorbeeld, ik, ik, ik gaf het in de lezingen die ik al zei, uh, dus het voorbeeldje van um, de, wij kunnen ook niet kiezen welke leverancier dat wij nemen. Hè? De overheid is er nu ene keer en die heeft het alleen recht op zoveel, hè, op onderwijs, op, op uh, wegen aanleggen, op uh, camera's, hè, hoewel dat we daar allemaal niet zo gelukkig mee zijn. Hè? Dus die neemt gewoon onze aarde van ons af. Ja. Van ik heb toch niet gevraagd om dat vol parkeermeters te zetten. Ik heb toch niet gevraagd om hier weer eens een licht te zetten. Nee. He, bijvoorbeeld de brug aan het, aan het kruispunt met het sportpaleis. Ik kom daar dan afgereden met mijn fiets en dan hebben ze daar een licht gezet. Ja, dan moet je alles dichtgooien, dan denk ik, we gaan daar nog wind tegen. En denk van waarom staat dat licht hier nu? Okay, ja, ja, dat is allemaal voor uw veiligheid. Dan denk ik dan van, oh, mama, mama. en dan ja. al die camera's. Hey, mensen die dan zeggen van: oh, voor mij mogen er veel camera's zijn. Er mag zoveel mogelijk uh, blauw op straat zijn. Hey, die stellen zich dan niet de vraag: van... Hey, je kunt dat zeggen, maar ik zal eens een camera bij u in de slaapkamer zetten. Ze ja. zeggen van: oh, ja, maar dat gaan ze nu toch niet doen. Oké. Okay. Ten tweede, niet een heel belangrijke vraag: wie moet er u in doorhouden? Mm -hmm. Moet er wel iemand u in doorhouden? Mm -hmm. Wie haalt daar recht in zijn hoofd om iedereen te moeten bespioneren? Ja. He? Dus weer al dat geloof in overheid. Dat geloof in overheid, die weer al, weer al angst creëert. Ja. Angst voor onze medemens dan. He? Ja, dat is. He? Dat is, dat is nog het ergste. Die angst ook... voor een virus dat is nog niet zo erg. Want een virus dat zouden we nog kunnen oplossen. Ja. Maar angst voor elkaar dat is, het. Dat is heel erg. Hè? Dat is een heel goed punt, Christine. Absoluut. Ja. Want er wordt dus die gendergelijkheid, die homofobie, dat racisme, die, die affiches die er nu hangen van, zie je tekenen van racisme, meld het altijd of reageer altijd. Dan denk ik: Oké, okay, natuurlijk. Je ziet er, er zit misschien 180 nationaliteiten. Natuurlijk zijn er al wel eens schermutselingen. Mm meer een deel van de gevallen. Hey, ik loop ook regelmatig over de turnhoutsebaan. Allemaal zo lief en, en zo vriendelijk. Dus op dat gebied denk ik ook wel. Ja, het, het wordt ons een beetje opgedrongen. Dus om uh, vrevel onder elkaar zo van cities komen niet overeen en we hebben toch wel die orde, dat ordeapparaat nodig om alles in goede banen te leiden. Ja, en zo. Ja. Maar uiteindelijk moeten wij niet zien naar elkaar en elkaar niet wantrouwen. We moeten naar boven kijken ja. en zien wie legt ons al die regels op en wie wil ons in smart cities duwen absoluut, absoluut, we moeten eigenlijk veel meer terug naar uh, het geloof in onszelf dat we, dat we het eigenlijk allemaal zelf wel weten, Zeker. maar daar opnieuw zit dan weer al hé, het, het overheidsapparaat, zoals dat je zegt, ja. uh, met die vreemdelingen binnen te halen, hé? dat is het angst, angst voor het onbekende, ja. en gaan die eigenlijk wel doen zoals het hier hoort om te doen, ja. ook doe mij een buurman, dan zijn het geen vreemdelingen, doe mij een buurman wel zoals er opgelegd is, en wordt er nu zelfs een cultuur gecreëerd van het verklikken. Hè? Hmm. Dat we zelfs onze medemens, ja. die we eigenlijk moeten zo graag zien als dat we onszelf zien. Hè? Ja. Zo zijn we toch. Dat is dat naturele, dat intrinsieke. hè moeten dat we nu zelf gaan gaan verklikken. Eigenlijk die persoon waar dat we eigenlijk zouden moeten kunnen op rekenen als we in nood zitten. Zeker. Hè? Want ik heb graag dat ik geholpen word en ik help heel graag ook naar anderen van zie. Er worden gelukkig fans. Dat is ook zo. Hey, da, 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 dat is de mens. Ja. En dus wij moeten eigenlijk niet kijken op kleur of religie. Religie dat is nog zoiets dat is uitgevonden door de kabal om ons eigenlijk uh, te splitsen. He, verdeel en heers. He. Het is al duizenden jaren zo. Mm. En we zien nu niet anders. Ja. Dus, uh, en het is natuurlijk niet gemakkelijk, want onze cultuur wordt overspoeld door al die nationaliteiten. Mm. Maar voorlopig blijft dat allemaal redelijk vredig. Ook he? alleen maar omdat die op zoek zijn naar geluk. natuurlijk. Ja, is ook zo. Hey, dus, uh, ik heb vorige week nog uh, een podcast gezien van Mike Adams um, en die zegt daar gewoon in A Message to the Russian People, hey, dus een boodschap ja. aan het Russische volk, waar dat hij eigenlijk zegt van um, ja, wij willen geen oorlog met jullie, wij willen handel drijven, wij willen gelukkig zijn, wij willen ons kinderen goed zien opgroeien, uh, wij willen gewoon een veilige maatschappij, dus uh, dus, dus wij willen gewoon handel drijven met jullie. Mm -hmm. hè? En, en het zijn onze politieke leiders, die met instructies van bovenaf, die ons constant die oorlogen in ons strot duwen. Mm -hmm. En dat is volgens mij: Hij zegt ook zo van. We are team humanity. Wij zijn het team van de mensheid. En mm -hmm. wij moeten elkaar ondersteunen. Mm -hmm. hè? En, en dan is dat wel heel spijtig dat er zoveel mensen. Uh, toch nog in die mind control trappen. Toch nog achter die oorlog kunnen staan. Ook. Hoewel dat wij hier uh, op ons continent gezegd hebben: geen oorlog meer. Hè? Ja, uh, de precies. IJzertoren staat daarvoor. Wie wil er in godsnaam oorlog? En nu ja. gaan wij er gaan achter staan dat we nog maar eens zoveel miljarden gaan geven aan Oekraïne, terwijl dat we hier uh, de verwarming lager moeten zetten, ja. omdat we dat niet meer gaan kunnen betalen. Ja. Uh, hey, zoveel mensen in armoede zien, zien geraken. En toch gaan wij dus onszelf nog ondergesteld uh, maken aan wapenleveringen naar oorlog. Ja. Om oorlog te, 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 te voeren. Absoluut. Hey? En dan ook He, dus in, in, in Dardenne, he, dus in de, de Vestervallei. Ja. Nog zoveel mensen die in huis nog altijd onbewoonbaar is. Dan sturen ze wel honderden miljoenen naar Oekraïne. En waar is dan de gelijkheid is... Ja. van. Is, ja. is, is, is iemand in Wallonië ondergesteld aan iemand ja. in Oekraïne? Dat is ook... Ik bedoel, Die mens zit even goed in nood. He. Zeker. He. Zeker en vast. Niemand moet lijden. Maar wij maken het lijden wel door wapens te leveren aan Oekraïne. Zee, niet wij. Wij niet Christen. Nee, nee, wij niet. Het, is, het zijn de, de, de mannen in een ja. top. Ja. Alleen vele podcasts volden heel re, volde veel in Amerika. En die zeggen: It is not We Americans, we didn't participate Dat is in de oorlog. Dus ja. wij hebben niet deelgenomen aan de oorlog. Het zijn onze leiders en dan de soldaten die binnentreden. En die, die voeren eigenlijk die orders uit. Mm -hmm. dus, dus we moeten altijd een goed onderscheid maken tussen wij, het, het gewone volk. Eigenlijk zijn we zeer creatief. En de, de kabal is er. Uh, zeer beducht voor, hè? Dus dat wij het altijd uitwegen zoeken. Hè? Dus wij, wij, vooral wij Vlamingen, wij zijn altijd overeerst geweest en wij proberen overal zo uitwegen te zoeken. Hè? En ik weet niet, kinderen jij dat programma niet, dat je zogezegd moet proberen 48 uur ja. uit de camera's te blijven. Wie dat daarmee meedoet, dat geeft er toch niet prijs zoiets. Ja. Dus dat is ook weer die mind control van. Oh, dan zijn ze blij dat ze met zo'n spel kunnen mee, dan komen ze op de tv. Dat is en niet normaal. Het, het, is, het, is, het is nu ook wel juist die en tijdsgeest om zo'n programma op tv Zeker, te hebben. Dat is he? predictive programming. Zeker en best. Ja, ja. Ja. Dus op dat gebied vind ik het dat spijtig dat er toch nog zoveel mensen. Uh, pas op, de groep is wel aan het verkleinen, want er is een enorme bewustwording nu, hè? die ook wel voelen van, Ola, hm, al die regeltjes en misschien, allee, stel je voor, Smart City, het is precies toch niet alleen in China, het kan misschien hier ook wel eens komen. Ja. Hè? Gelijk als ze nu hè, van Utrecht willen ze nu, of van Arnhem en aan, hè, Oxford en zo, die dus het komt dichterbij, ja. En wij willen dan zo, hè, wij zitten in een triangle uh, smart city, hè, dus met, met uh, Antwerpen, Brussel, het Roergebied en dan Amsterdam en Rotterdam en zo. Dus dat wordt één grote smart city. Ja. En dan met al die camera's erbij, dan denk ik van... Maar man, toch wilt, willen, willen de mensen het niet zien, hè? ze zien het nog nee, steeds. Nee, ze zien het niet. niet nee, hè? Nee, dat is, nee, dat is echt die cognitieve dissonantie. Hè. Dat is, ja. Onwaarschijnlijk zoiets. Mm -hmm. ja. En daarmee is het vooral heel belangrijk, vind ik, om daarover te blijven praten. Voilà, ik met elkaar. nog even zeggen Zeker. dat we misschien daar kunnen besluiten van, ja. uh, waar, waar, waar we het nu allemaal over gehad hebben. Absoluut. Uh, um, wat hebben we eigenlijk kunnen meegeven. Hé. En ik denk dat dat al heel dikwijls in de podcasts uh, het ja. besluit geweest is. En nu opnieuw voel ik dat aankomen, dat we dat we eigenlijk moeten blijven praten. Hé. Ja, blijven praten. En dan vooral ook Marpacio die zegt ook: The last word is no. Dus wij zijn dat vergeten om nee te zeggen. Ja. Wij zijn zodanig geïndoctrineerd via het onderwijs en via onze, 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 de firma's waar we werken en via onze familie om mooi in de pas te lopen en altijd alle regeltjes uh, goed te volgen. Maar de lost word is no. Wij moeten af en toe zeggen nee, dan hier is mijn grens. Hakken in het zand, tot hier in die ja. Hè? Dus en niet verder. En ik zou nog eens even iets willen lezen uh, van uh, een onderzoeker, uh, een Duitser, en die zegt ook van... Um, het is niet zo dat dus de, de autoriteit van boven naar beneden komt. Nee, nee. Wij geven eigenlijk autoriteit aan het gemeentebestuur, aan het provinciebestuur, aan het nationaal, de regionaal, aan. Zo zie je dat. Dus omgekeerd hè? Het is, omgekeerd, het is hè? net omgekeerd. Ja. Dus die zegt hier: the governments are giving control to the military domain. The military domain. Um, are giving control to the intelligence community. En zo gaat hij verder. Hè? Dus uh, Harald Koutsvella heeft daar een hele uh, zuivere blik op. Zo. Dus wij moeten echt beseffen dat de macht bij ons ligt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een hele mooie... Ja. Om af te sluiten. Absoluut. En ik zou er eigenlijk nog aan willen toevoegen dat eigenlijk, uh, mensen die nu eigenlijk uh, getriggerd worden om daar, uh, daar meer over te weten, dat ze zeker uw uh, lezingen kunnen vinden ja. op uw site uh, natuurjurist.com. Ja. Uh, ze kunnen bij u terecht uh, voor uh, een mailtje. Hey, ja, als absoluut, zij dat als dat ze vragen, vragen hebben. Ik, uh, ik uh, ben heel blij dat we, dat we dit verhaal hebben kunnen kunnen brengen ja. en uh, dankjewel dus uh, Hilde dankjewel ook uh, aan onze kijkers uh, om weer eens uh, uh, zo enthousiast uh, deze podcast uh, te bekijken en ik weet zeker dat jullie die ook uh, zullen delen en een like geven uh, zodanig dat we weer eens een zaadje hebben kunnen planten en mensen een bredere blik kunnen uh, brengen op wat er uh, allemaal gaande is um, het is vijf voor twaalf dank u